In gesprek met Bas. Bas Westerwil. 58 geworden dit jaar. Ja. Maar je ziet er jonger uit dan ooit. En ja, dat kan iets met jouw levenspad te maken hebben. Voor mensen die het niet weten, een paar jaar terug ging het helemaal missen. Mm-hmm. Ja, donderdagavond, 7 september. 2000. Ja, het is het 17, hè? Ja, 4 jaar geleden. Ik was met de auto op weg naar... Wacht, zeg je nou september? Ja. Dus het is nu net... Ja, ik ben net 4 jaar oud geworden. Ik heb het ook, dat zet ik dan ook op LinkedIn. Ik ben 4 jaar oud en ik dank nog steeds mijn redders dat ik hier mag zijn. Ja, maar de avond zelf, in 2017 was... Ik wilde weer naar mijn jongens toe van het voetballen. Nou, mijn jongens, hè. Als je boven de 50 bent, dan ben je nog steeds tussen de jongens als je gaat voetballen. En je voelt je ook een jongen. Dat is verschrikkelijk ook met die voetballers. Die denken nog steeds dat ze 35 zijn. Hoe ze zich gedragen op het veld. Ja, helemaal, totaal. Maar jij niet, toch? Natuurlijk wel. Je springt omhoog in de kopbal, maar dan kom je op je enkels terecht. En dat knarst en het doet van alles. Maar je hebt gewoon lol met elkaar. Ja. En het is echt leuke lol. Het is echt warme, wat mannen kunnen hebben. Kameraadschap, dat zit heel erg in voetbal. Je maakte het doelpunt en doen. Ja, nee. Verhaal begint eerder, hè? Ja, het begint absoluut eerder. Het was, ik besloot te gaan sporten. En ik leg 2 sporttassen achter in mijn auto. En eentje is met skielers erin en de andere is met voetbaltassen. Ik dacht, ik ga weer eens naar mijn mannen toe. Want daar was ik een tijdje niet geweest. En ik dacht, ik ga beslissen bij de T-splitsing. Dus linksaf. En zo was het echt. Linksaf ga ik skielen, rechtsaf naar de voetbalclub. Aankomen, rijden, aanrijden, rijden. T-splitsing, rechtsaf. Nou, ik liet me gewoon door mijn gevoel leiden. En ik kwam aan bij het voetbalveld, neem mijn tasje mee. Ik zwaai nog even in de verte naar mijn zoon. Die was net klaar met trainingen, die giet het veld af. En daar is letterlijk de harde schijf uitgegaan. Ja, je viel neer? Nee, ik nog niet, want ik liep nog naar, toen ben ik nog naar de kleedkamer gelopen. Ik heb me omgekleed, maar daar weet ik niets meer van. Hoe dus kan dat? I don't know. Zuurstof. Dat zuurstof dat gaat uiteindelijk naar je vitale orgaan om dat in stand te houden. In de leeftijd, dat is niet bezig met dingen opslaan voor later. Oké, dus je hart was daar al raar aan het doen. Ja, raar aan het doen. Niet, heb ik niet gevoeld. Nee. Dus, nou, je ging wel een slokje water drinken of zo? Ja, tussendoor. Ja. En toen ben ik op het voetbalveld teruggekomen. En toen ben ik in elkaar gezakt. Het was een hele lieve jongen, een van de mannen in het team. En die heeft mij, wat je geleerd krijgt, in stabiele zeiling ging gelegd. Nou, dat was niet handig als je aan het gaspen bent. Gaspen is je laatste ademgeven. Oh. Ik lag op mijn rug. En die heeft me op mijn zijkant geduwd, wat lief was, maar niet de bedoeling. En toen hebben ze heel hard gegild naar het andere veld. En daar was toevallig een meneer die 7 jaar op een ambulance had gewerkt. Die springt over een hekje heen, die roept opzij naar iemand die toevallig bij het leger niks anders doet dan met mensen met vitaliteit en gezondheid helpen. Neem jij die AED even mee, die toevallig daar een week van tevoren neer was gehangen met nieuwe batterijen en nieuwe pads. Ja, maar nieuwe plekken. Ik heb het gesprek van jou met Evelien de Bruin geluisterd voor de Hartstichting. Ja. Voor mensen die dit verhaal echt in de lange versie willen horen, doe je hem daar. Ja. Maar ja, je bent dus gereanimeerd. Ja, en er is een AED gebruikt. Ja. Ja. Maar als dat ding er niet was geweest, was het dan ook gelukt, denk je? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze hard geduwd hebben. En de rest kwam ook goed op gang. Er gebeuren een paar dingen. Je krijgt een schok, je krijgt de beademing en ze komen met de ambulance aanrijden. En alles ging binnen protocol, zou ik maar zeggen. Dus je tijd zat er nog niet op hier? Dat denk ik. Ja. Ja, want ik deed mijn ogen open, zo ging het letter. En dat is de vraag die ik ook wel eens in de zaal stel. Als ik op een plank sta, zeg ik, als je nou in het ziekenhuis belandt, wie zou je nou willen dat er naast je bed staan? En mij waren het 4 kinderen. Ik deed mijn ogen open en er stonden 4 kinderen naast me. Wel van jou, hè? Jouw kinderen? Yes. Ja, oké. Okay. Ja. Ik ga ervan uit dat die van mij zijn, ja. Niet dat ze zomaar 4 kinderen, want dan ga daar even staan. Dat is goed voor iemand. Je bent de tweede die ik nu ken die dit gebeurd is. Jan Paparazzi, je zult hem zeker ook kennen. Hebben contact gehad ook. Ja, al wat goed. Ja. Want die is natuurlijk thuis op deze manier neergevallen. Ja. Zijn vriendin heeft hem een eerste hulp gegeven. Ja. Weet je dat ik daar straks even de gedachte had, denk, oh fuck, als Bas hier dadelijk is. Ja, ik heb van die doemgedachten, daar kan ik ook niks aan doen. Kom op. Ja, nee, maar dadelijk valt hij. Ja, en dan, wat moet ik doen? Ik zou niet weten wat ik moet doen. Nee, nou, maar dat is precies wat ik noem dat redders. Je moet gewoon een redder durven zijn voor een ander. En soms zit het alleen maar al in even een brul geven. Stel je voor dat het gebeurt nu. Ja. Ik loop naar buiten, help, roep je gewoon. Oh, ja. Alleen dat helpt al. 1-1-2 bellen zou toch mijn eerste reflex zijn. Ja, maar goed, het begint al met een actie ondernemen. Er zijn veel mensen die het natuurlijk gewoon paralyzed zijn. Hoe herken je een hartstilstand? Want je kan natuurlijk ook flauw vallen. Ja, er is natuurlijk een verschil bij. Je gaat naar luisteren, naar ademhaling. En je gaat kijken of het hart nog beweegt. Hè. Dus je gaat ook even luisteren naar het hart. Je kijkt naar de ademhaling. Je luistert, je voelt, je kan bijvoorbeeld voelen of er nog adem komt, hè, uit een mond.
Maar wat altijd belangrijk is, gewoon duwen. Gewoon gaan poeren. Ja. En dan heb je het beroemde liedje van Staying Alive. Maar dan kan je een N2. Dat ritme. Staying Alive. Dat ritme. Staying Alive. Da, 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 da. En dan moet je ook zorgen dat iemand anders het overneemt. Ik ga dat in mijn hoofd houden. Bas. Ja. Ik heb hier vaak 192 TV aanstaan. Er komen allerlei. Waarom doe je dat? Nou, dat is te gek. Dat is allemaal campmuziek. Okay. Maar ook veel oude artiesten. En je komt een vraag uit, let op. Hè. Een beetje lange intro. Maar. Ik zie daar heel veel artiesten die allemaal niet oud zijn geworden. Whitney Houston, Michael Jackson, Prince. Nu ben jij niet van, geen wereldster. Je bent in Nederland wel een ster. Het valt mij op dat alle sterren bijna allemaal niet oud worden. Kunnen wij niet gewoon het medialandschap daar ook een beetje de schuld van geven? Een beetje. Als je dan klets je een beetje toe naar een soort stressvolle omstandigheden in het medialand. Vind je dat? Ik ben het toch ook. Ik heb 2 burn-outs gehad, boek geschreven, Leven zonder stress, podcast. Weet ik wel. Maar vind je? Oké. Okay. Ja. Het is stressvol. Ja, want je weet niet wat er gebeurt. Of je weet niet hoe je moet verhouden tot de aandacht die je krijgt. Dat. En ik zeg altijd, je maakt in een maand tijd of in een week tijd zelfs 4 dingen mee die iemand anders misschien in zijn hele leven meemaakt. Dan sta je met Michael Jackson te interviewen. Dan zit je in een vliegtuig. Dan sta je op een bühne voor 20.000 man. Dat heb je ook allemaal meegemaakt. Ja. Was je niet gewoon op? Ja, dat kan. En het kan. Misschien was ik al jaren daarvoor op. Dat kan, hè, dat ik het lang heb volgehouden. Dus je kan ook zeggen, wauw, wat heb je het lang volgehouden na die stress? Ja, dus als ik terugduik in die geschiedenis. Ik vind bijvoorbeeld wel, wat ik wel gemist heb, gewoon wat nu mijn motto in het leven is ik wil graag gekend zijn. Dat vind ik heel mooi. Ik gun jou ook gekend zijn. Dus gewoon hand in je rug. Voelen, gaaf dat je er bent. Wat leuk dat je dit doet, man. Wauw. Niet dat, erkenning? Nee, het is gekend zijn. Het is iets wat in jouw talent. Jij bent talentvol in de dingen die je doet. Het is heel knap wat jij gedaan hebt na die stress en na die burn-outs. Dat je gezegd hebt, ik ben wel nieuwsgierig. En vervolgens heb je microfoons gepakt en ben je nieuwsgierig gaan zijn. Nou, in allerlei onderwerpen. Nou, dat is fantastisch. Maar dat is ons niet geleerd. Er is niemand die daarvoor even een hand op jouw schouder heeft gelegd. Van, dan moet je gaan doen, joh. Dat is te gek. Ja. Wat kan je zo goed? Je bent zo nieuwsgierig. Ga dat nou doen. Nou, daarvoor moet je eerst omvallen, lijkt wel. Bijvoorbeeld, ja, dat is waar. Ja, ja. Maar had jij is er niet gewoon te veel van jou gevraagd door jaren heen? Want als ik jouw LinkedIn-pagina pak, dan slaat mij al de schrik om het hart. Letterlijk. Als ik zie wat jij allemaal gedaan hebt, jarenlang. En ik dacht dat ik veel gedaan had, maar potverdorie, Bas. Ja. Nou ja, laten we gewoon even met het hele begin beginnen. Doe er eens een paar. We beginnen even met het begin. Ja. Wat was jouw eerste kennismaking met de media? Toen was ik. Ik denk, de allereerste keer was een jeugdprogramma van de AVRO. Mijn buurman Al van der Rijn werkte bij de AVRO en nam mij wel eens mee als jonge stem. Oké. En toen. Hoe oud was je? Ik denk 9 of 10. Oké. Ja. En toen ben ik een hoorspel gegaan als stemmetje. Ja. En toen stond ik bij de hoorspelkern van de AVRO. In het oude gebouw, het Schravenlandseweg. Dat prachtige gebouw. Mooi ergens in zo'n studio. En dan stond ik opeens naast Paul van Gorkum. Later dus de baron in Bassie en Adriaan. Oh ja, ja. Trommels. Ja, die. Met dat baardje. Ja, dat is helemaal leuk. En dat was een stem en een paar andere mensen. En dat was de eerste kennismaking met radio, ja. Ja. En dacht je meteen, dit wordt het? Nee. Nee? Nee hoor. Ik vond het gewoon helemaal normaal. Nee, ook niet. Maar ik vond niet het wel speciaal. Leuk. Ja. Nee, ik vond niet. Nee, ik was niet van wauw. Ik heb al nu. Nee. Ik vond het helemaal te gek. Maar ik vond ook het schooltheaterstuk wat we toen 14 was ging maken, vond ik ook te gek. Of ik speelde ook in schoolbandjes vanaf mijn 13e. Ja. Vond ik ook te gek. Met hele dus oude jongens. Sensatie. Met je oudere jongens trok jij graag op in die tijd. Is dat zo? Ja, dat zei je ergens. Een bandje was met jongens van 20 of zo. Ja. Ik heb altijd wel genoten van zeg maar. Wat ik kom hier om te leren, denk ik, uiteindelijk op dit ondermaans, in het ondermaans. Ik ben gewoon nieuwsgierig zijn en te leren, weet ik veel. Ik weet er nog steeds geen reet van. Maar ik vind wel leuk dat als er dingen zijn die mijn aandacht trekken, dat ik heb geen angst om er naartoe te gaan. Of niet angst om erop af te lopen. En dus word ik ook vaak gevraagd, omdat ik niet bang ben. Ja. Ik heb allemaal rare dingen. Ik heb het Nationaal Songfestival gepresenteerd. Dat was heel lelijk wat ik deed, maar ik heb het wel gedaan. Hoezo vroeger, was dat lelijk? Ja, ik voelde me heel ongemakkelijk daar. Ik durfde ook niet terug te kijken. Nee. Maar dat kennen we allemaal wel in de media, dat je jezelf niet durft terug te kijken. Ja, luisteren gaat nog, maar maar terugkijken. Ja. Maar je hebt een bepaalde bravoure. Die heb je natuurlijk ook wel nodig voor alles wat je gedaan hebt. Wellicht.
Mijn grote held in mijn jeugd was Willem Ruis. Ja, die. Ja, ja, nou, tuurlijk. Die, ja, die heeft ja. mij, dat heeft mijn hele radiocarrière eigenlijk een soort beïnvloed. Denk dat enthousiasme, dat wil ik ook hebben. Ja. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Voor jou ook? Ja, natuurlijk. Nee, ik herkende dat. Ik heb later ook wel met zijn dochter samengewerkt. Ik weet niet meer waarvoor het was, maar dat was... Suzanne? Ja, die, ze waren er twee. En die, maar goed, die, ja, dit enthousiasme. Maar het is... Dat zit in je of niet? Ja, maar ook niet oud geworden, hè? Wat zeg je? Ook niet nee, oud geworden. Nee, dat is waar. Ja, okay. Ook hard? Zo lig je. Ja, volgens mij wel, ja. Zuid-Frankrijk, volgens mij. Dat, ja, dat is volgens mij echt een gevalletje stress geweest. Ja, dat bij jou dus het. Niet. Ja, dat is, ja, jij wijst me er nu op. En ik, als jij zo'n lijst ja. op tafel legt, ik ervaar dat niet zo. Nee, dus daar zit ook een, nee, nee, maar goed. Maar daar zit dus ook een blinde vlek. Die ja, zou ook kunnen zeggen, ja. Ik voel dat niet, ik ervaar het juist. Niet zo. Dus en het dus... slaat zich op in mijn lijf. Ja, ik, dat zou kunnen. Ik ben er namelijk door mijn zoektocht achtergekomen dat niet alleen van slechte dingen je een burn-out kan krijgen nee. in ziektes, maar ook van te veel leuke ja. dingen. Ja. Weet je, pats, 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 boom. Ja, nou ja, we, volgens mij hebben we allebei een vorm van lichte ADD of ADHD. ADHD dus we ja. zijn, heb ik, hoe we elkaar aankijken ook. We kijken weg ja, ja, en we scannen ja, ja. elkaar of nou, niet. Of we letten even op of jij ja. bent al bezig ja. met je volgende vraag als ik dit aan het vertellen ja. ben. Dus dat maakt heel onrustig. Dus je zou kunnen zeggen dat voorafgaand aan stress of leukigheid zit onrust. Ja. En dat zou je wel kunnen constateren. In mij zit een... jeugdige vorm van onrust. Zou ja. je dat kunnen zeggen? Ja, maar niet naar. Helemaal ja, niet. Nee. Je voelt helemaal niet voor je mij Je bent heel naar. Energiek. Ja. Dus ja, misschien ben ik ook wel de amateurpsycholoog aan het uithangen. Doe maar. En ja, nou ja, door dat te zeggen van... joh, heb je niet gewoon veel te veel in de korte tijd allemaal gedaan? Maar even terug, ja, want ik wil ja, even jouw carrière. Even door je carrière. Ja. Dus oké, okay, hoe oud was je dan dat je voor het eerst echt een betaald baantje kreeg bij... De radio, hè? Ja. Die ging naar de AVRO toe. Ik deed 5 HAVO, nog een keer 5 Atheneum. En toen ben ik er afgegaan. En toen belde die buurman die inmiddels verhuisd had, Al van der Rijn, die zei, er komt wat vrij bij de AVRO. En volgens mij moet je gaan solliciteren. Toen was het goed. Dus ik heb een stemtest gedaan voor een jeugdprogramma. En er was toen nog in de traditie van de radiozenders. Je had radio... iedere dag was een andere omroep. Nou, dat weet je natuurlijk. Ja. De AVRO zat op maandag. En had een uurtje vrijgemaakt tussen 7 en 8. Wat de VARA op de dinsdag ook had gedaan voor een jongerenprogramma. S'avonds. S'avonds, ja. tussen 7 en 8. Ja. Hoe en heette het? Dat heette het Spin Stennis, wat ik ben gaan presenteren. Eén jaar was dat Stennis. En daarvoor zat Birgit Gansert altijd. En die had een beetje de toon van bij de jeugd alles kunnen vertellen. Dus het was een beetje het linkse hoekje, het progressieve hoekje van de AVRO op Radio 3. Okay. Want voor de rest was het redelijk ja. belegen, zou je kunnen zeggen. Het was een beetje VARA-achtig op dat stukje. En die jeugdafdeling zeker. Dat is Bernie Bos, die later met Bos Bros. En die is code boswachter was hij. En nou, dat soort figuren liepen daar in de rondte. Of de oprichter van Klokhuis. Daar heb ik allemaal mee gewerkt. Dus dat uurtje radio. Ja. Ik werd aangenomen samen met die jonge Gijs. Hebben we een jaar lang een radioprogramma gemaakt. Dat was het eerste betaalde baantje bij de omroep. Maar ik vond het heel slecht. Ik vond het echt een slecht programma. Ja, waarom? En volgens mij haalde het niet... wat het zou moeten doen. Of bereikt het niet wat het zou moeten doen. Het was en te geformateerd of te bedacht. Te okay, leuk bedacht. Dat gebeurt wel vaker bij de NPO. Ja, nou ja, en toen heb ik een nieuw programma bedacht. En dat heb ik neergelegd bij toenmalige baas van mijn afdeling. En die belde 2 maanden later op. Zeg, ja, en dat was top op. Nee. En die zei van kom maar. En toen ben ik nou, van alles gaan doen. Bij de ja. radio. In echt alles. En dan op 3. En 4 en 5. En ik was gewoon iemand ja. van de jeugdafdeling. Dus de jeugdafdeling gaf een ja. vrijheid binnen die omroep. Daar waren nieuwsgierige, progressieve, sneldenkende, ja. energieke mensen. Was Rick van Veldhuis in die tijd daar ook nee, al? Nee, later pas. Veel later. Hè? Veel later pas. Ja. Andere namen misschien die we nu nog zouden kunnen kennen? Nou ja, ik heb Radio 3. Ik was nog niet op Radio 3. Hè, dus ik ging radio, jeugdradio maken. En daardoor ben ik schoolradio, wat toen nog bestond, gaan maken. Ik heb voor Telejak dingen gedaan. Voor Radio 4 heb ik dingen gedaan. Want dat was een leuke jonge jongen bij de AVRO. En nou, dan konden we ook misschien geld geven. En dan mag je een klassieke plaat kopen. En dan mag je erover vertellen. Oh. Hartstikke leuk. Ja. Allemaal, ik heb muziek gemaakt. Speelde ook muziek voor tunetjes gemaakt. Nou, en toen kwam er op een gegeven moment een vraag... Eerst van de jeugdtelevisie afkant van... We gaan deden ze de fietscross op televisie. Oh ja, dat heb ik nog een keertje aan. Gedaan. Met André Hazen heb ik toen ja. aangekondigd. Daarom moest ik een BMX crossfiets hebben voor ja. mijn 10e verjaardag. Ja. 1984 zo'n beetje. Ja, wat denk ik. Wat was Hazes met... Wil je nog wat, even nog wat kwijt? Die zong die ja. daar in die hal waar ik toen voor de okay. allereerste keer in een soort raar Ik meen het. Ja,
dankjewel. Wat ik meen. Ja. 4,85 zo'n beetje. Ja, ja, denk ik wel. En ja, toen hadden ze me gezien ergens. En toen kwam het debacle bij AVRO Radio 3. Dat Cas van Eersel was een tijdje vervanger van bij Topop. Topop was natuurlijk al een beetje weg bij Ad Visser. Ja. Cas van Eersel deed het, maar die had ook een Engels contract. Had hij, dat gaat, zo gaat het verhaal. Een Engels contract bij een Engelse. Zeg, een jongen die kon fantastisch goed Engels-Amerikaans spreken. Ook een radio gemaakt. Ja. Geweldige DJ, hè? Ach man, vind ik tenminste wel in zijn... Ja, is het je held? Nou, niet in, helemaal niet, maar ik vind in zijn... hoe hij chocolade maakt van radio, of hoe het gaat glimmen, of hoe het een suikerpaleisje wordt, dat kan hij wel. Ja. Ja. Ik zeg niet dat ik dat altijd mooi vind, maar hij kan het echt goed. Hij zit heel erg op de details. Zo is van hem, even korte anekdote, het verhaal dat er dus een producer moest geluid van meeuwen in de computer zetten. Ja. En toen zei dit studium terug, zegt hij net, dat horen de mensen, dit zijn geen Nederlandse meeuwen, dit zijn Amerikaanse meeuwen. Dit horen de luisteraars, dat dit geen Nederlandse meeuwen zijn. En fantastisch, toch? Dat zijn de anekdoten. Ja, maar kijk eens hoe ver hij gekomen is. Dus, ja. Nee, maar helemaal goed. Ik ben hem ook wel eens tegengekomen. Hij leest ook wel boeken in en zo. Maar toen hij... een van de anekdotes gaat over hem bijvoorbeeld. Hij heette Cass Collins, heette die op de Engelse televisie. Of Tom Collins. Nee, Cass Collins. Cass Collins volgens mij. Okay. Tom Collins? Tom, dat weet ik niet. Ja, ja. In ieder geval iets maar in ieder geval niet van Eersel. Weet je waarom? Dan spreek maar eens uit in het Engels. Van Eershol. Dat was de reden. Maar goed, die had een contract en die wilde geloof ik niet meer AVRO stoppen op disco show doen. En wel, I don't know, dat was gedoe. Hij deed moeilijk. Dus ik werd gebeld na de zomervakantie toen ik terugkwam. En zei, wil jij Topop doen? Dus zoals ik altijd overal tegen zei. Ja hoor. Ja. Dus een maand later stond ik in de studio met dansende meisjes en jongens tussen flatgebouwtjes en rook. Ja. En een regisseur die van de bovenkant iets aan het roepen was, ik helemaal niet begreep. 4 camera's. En de allereerste kennismaking met tv was dat ik dan die grote, een beetje soort Russisch staatsziekenhuis was het toen nog, de NOS, met al die studio's. En dan bij een balie moest je dan melden en dan moest je naar de kleedkamer en dan ook naar de schminkkamer. En daarin stond een meneer in een pyjama heel druk te doen omdat hij zo grote, goede cijfers had gehaald. Ik wist er niet meer over ging wie dat was. Meneer in een pyjama. Wie denk je? Meneer Cactus. Meneer Cactus. Dus dat was echt een soort raar Disneyland ging er voor mij aan. Maar wel leuk. Het is eigenlijk moet ik, als ik heel eerlijk ben, is mijn leven nog steeds zo gebleven dat allemaal. Ik noem dat, ik loop op een pad en dan af en toe wordt er een soort gefluisterd. En dan. Oh, voelt het goed? Ja, voelt wel goed. Nou, dan gaan we toch? Ja. Nee, dat is ook de lekkerste levenshouding. En zo maak je nog eens wat mee. En zo kom je is nog het. Eens. Maar er moest ook al, kreeg je er wel een beetje voor betaald. Want ik heb achteraf gezien. Ik hoorde laatst wat Bart Verleeuwen verdiende bijvoorbeeld. Toen dacht ik, god, verdiende die zoveel? En ik deed de ochtendshow. Ja, nee, ik verdiende helemaal niks. Ik ben daar zelf niet mee bezig. Ik ben niet handig met geld. Helemaal niet zelfs. Want jij zou toch loaded moeten zijn nu nou? Helemaal als niet. Ja, maar echt dat is totaal toch, nul. Dat vind ik kut voor je. Ja, maar vind ik zelf ook kut voor mij. Nee hoor, ik moet gewoon mijn pensioen bij elkaar verdienen nog steeds. Dus je had in die tijd misschien een manager moeten hebben? Die ben ik later gaan zoeken. Nou, dat zijn van die dingen waarvan ik denk... ik denk dat die alle jonkies nu beter, dat vermoed ik hoor, beter begeleid worden. En als het niet zo is, dan moeten ze ons maar bellen. Want dan kunnen we een aantal dingen tegen ze vertellen. Ja. Hoe leuk is dat? Dat je door de oude garde geholpen kan worden. Maar ik voelde me niet, achteraf gezien, voelde ik me niet geholpen in wie ik was. Met mijn talenten. Mm-hmm. Een beetje kanaliseren. Ja, doe dat nou niet. Ja, ja, doe juist, dat nou wel. Juist, weet je precies iemand... hetzelfde, dat herken ik. Ja. Ik heb ook overal jarenlang ja op gezegd. Dat heeft mijn carrière ook niet altijd goed gedaan. Ik heb wel heel veel leuke dingen meegemaakt. Ja. Maar ik heb op een gegeven moment toch gaan sparen. En dit huis van spaargeld kunnen kopen. Goed zo. Dus dat gunde ik jou. Ja, nee, er is een jaar geweest dat ik... En toen deed ik veel televisie. Toen werd ik ook bijvoorbeeld een van de leuke dingen in mijn carrière. Als je het over carrière hebt, wat ik een raar, wonderlijk woord vind. Fort Boyard. Ja, die heb ik gedaan. Maar ik heb ook een Klokhuis gepresenteerd. Dat vond je leuker? Ja. Was dat het, joh? Omdat ik daarin past. Ja. Dit wordt echt een ADHD-gesprek, maar ik vind het leuk, hoor. Maar ga door. Ja. Dit is het al vanaf het begin af aan, toch? Nee, maar ik raak er ook van opgepookt. Oké, Klokhuis. Neem ons even mee terug. Wat was is het nog steeds op tv? Ja, ja, ja. En wat gebeurt er in Klokhuis alweer? Klokhuis is een avondprogramma waarvoor... Je hebt het Jeugdjournaal en er was altijd een blokje Klokhuis. En Klokhuis eigenlijk... Ze vertellen eigenlijk hoe iets gemaakt... Er is een serieus gedeelte in. Er wordt in 3 blokjes geknipt. En daaromheen zijn er sketches. Theaterachtige sketches.
En dat is al jaren gaan. Dus het is een motortje wat op draait. Maar die, vooral die blokjes waar het ergens over gaat. Ja. Bijvoorbeeld over een kunstenaar die iets moois gemaakt heeft. Nou, daar mag je dan als presentator verbaasd over zijn. En die camera kijkt dan over je schouder mee. En dat spelletje begreep ik goed. Maar ik was ook echt nieuwsgierig. Ik heb prachtige kunstenaars mogen ontmoeten. Maar ook een boswachter die dan in Utrechtse Heuvelrug ging uitleggen hoe oud het water was. En dan deed hij zo'n putje open tussen de bomen. En dan gooide hij een soort klokje naar beneden met een touwtje. Dan hoor je heel, heel tijd niks. Hoorde je, boei. Dan haalde hij het omhoog. En dan zei hij 10 meter. En dat water is 1 miljoen jaar oud. Oh ja. Weet je, dus het was ook voortdurend een soort leersysteem waar ik heel goed in gedijde. Ja. Dus dat is het leukste geweest. Wat je ja, ik vind wat, Klokhuis wel een van de allerleukste. Wat is het minst leuke geweest dan wat je gedaan hebt? Wat heb je echt dat je achteraf dacht, ik niet moeten doen? Wat ik moeilijk vond is de pin-up club. Oh nee, dat was niet bij de avond. Oh nee, ik heb een belofte ooit gedaan. Babette zat in zo'n ijsschaatsprogramma. Babette van Veen? Ja, mijn ex, hè, mijn ex-lief. Ja, en, dat heb je aan meegedaan ook. En toen zei, had afspraak, als jij ervoor wordt gevraagd, dan doe ik het ook. Okay. Dus ik werd gevraagd. Voor de concurrent. Dus ja. Zij deed het bij RTL, geloof ik. Dancing with the Stars. Ja, en ik deed dan Sterrendans op het ijs. Ja. Ja. En dan, of zoals Gerrit Joling het mooi heeft gemaakt van, met je sterretje op het ijs. Nee. Ja, dan kan je, ja. Daar had je nee tegen moeten zeggen? Ja, dat had ik echt niet moeten doen. Want, gevallen? Nee, dat ja. Is niet, maar goed, dat is achteraf. Maar dat is ook niet erg, hè, weet je? Dat soort dingen. Nee. Maar dit is een soort van raar koketteren met iets wat je niet bent. Hoezo beroemd en op schaatsen? Wat slaat het allemaal op? Maar in je AVRO-tijd, zijn er daar dingen geweest die je denkt van nou... Want... Nou, ik ben geen, ik voelde me nooit een discjockey. Dus ik werd gevraagd voor Top Op. En het gentleman agreement was, je bent ook op de radio. Ja. En ik ben een jongen van de jeugdradio. Ik maakte er spielerij van. Ik maakte wonderlijke rare jingletjes die wel op het jeugdprogramma uitgezonden konden worden. Maar overdag in een voorgeformateerd radiospul. Je zat op de AVRO maandag. Ja, dus wat gebeurt er dan bij de AVRO? Tussen 9 en 12 ga je dan de arbeidsvitamine doen. Want dan hoef je niet zoveel te lullen. Of course, ja. Tuurlijk. He, dus tussen de plaatjes door. Maar ja, dat is natuurlijk een soort monumentaal programma. Mijn vriendje Hans Schiffer, zou ik maar zeggen. Mijn maatje van vroeger, die doet dat nog steeds. Ja, op 5. Maar dat voelde toen ook als een monument. Maar wel leuk, het is wel warm. Dus je zit ingebed tussen de muziek. En ik was ook wel een muziek. Ik wilde, een van mijn dromen voor de AVRO, voor naar de omroepen ging, was om naar het conservatorium te gaan. Dus met muziek, echte muziek, heb ik wel wat. Ja, maar niet met popmuziek. Nou ja, ook. Maar niet met de geformateerde de rommel. Dus alleen maar hits draaien. Ja. Wat toen in zwang kwam. Hè. Ja. Je mocht als DJ ook. Wij mochten nog één plaatje zelf uitzoeken per uur. Dat mag tegenwoordig ook niet meer. Nee. Ja, met godsgratie. Maar dat was een magische wereld. Hè. Dus wij zaten in een studio onder de bibliotheek. Hè, de audiotheek waar alle muziek te halen was. De fonotheek. En daar kon je monteren. En er waren technici. En die gingen jingles maken voor de volgende dag. Dat was natuurlijk... Ja, en hoeveel luisteraars had je wel niet in die tijd, joh? Ja, dat was natuurlijk... Miljoenen. Ja, dat was ook zo, ja. Maar met de televisie ook. Dat was, weet je, Fort Boyard, waar je net heel even in mijn ADHD-betoog even doorheen prikte. Was, dat keken 2,5, 3,5, 4 miljoen. Dus je was in één klap een bekende Nederlander? Ja, dat vond ik gek. Ja, wat deed dat met je? Overal nagewezen en nagefluisterd worden. Oh, dan kijk eens wie daar loopt. Ja. Ja, ook. En mensen vinden wat... ik ben heel blij dat ik dat nu niet meemaak. Want ik geloof in die gepolariseerde wereld... en waar mensen heel snel in bubbels schieten. En heel hard roepen tegen elkaar wat ze ervan vinden. Ja. Alsof dat belangrijk is. Ik weet niet of ik het dan tegen had gekund. Ik vond nu al best wel zwaar eigenlijk. Ja. Je kreeg natuurlijk ook vrouwelijke fans. Fanmail. Ja. Heb je stalker gehad? Ik heb zelfs een fanclub gehad. Fanclub? Oh, ja. Dat klinkt beter. Ja. Ik heb stalkers. Ja, ik heb ook wel stalkers gehad. En, maar wat bijvoorbeeld... Om daar een voorbeeld van te geven... Dus ik ging ook plaatjes draaien in discotheken. Oh ja, ja. Je bent ook met de AVRO Top Op Roadshow, Discovery Show. Daar heb ik helemaal niks van. Heb je koffer vol met platen, muziek, heb je niets mee te maken. Die heb ik niet geproduceerd, ik heb het niet gecomponeerd. Je bent met andermans... spullen ga je erin. Ja, ja. En dan ga je ook nog als volksmanner... moet je dan een soort die zaal plat krijgen. Ja, ja. En je hebt succes als iedereen in zijn handen staat te klappen. Ja. Of als jij de veder naar beneden doet en zingt... Wee, light my fire. En je, en ik begreep er geen reet van. Echt niks. Maar het verdient het toch lekker? Ja, nee, ik kan het niet. Dat is, gaat met, dat kan ik niet. Ik kan dat dan niet. Je voelt dat dan koketteren met andermans... veren. Ja. Nee, ik herken dat een beetje. Dat vind ik ook wel een nadeel van een discjockey zijn. Je kan zelf eigenlijk helemaal niks. En je zit een beetje stoer te doen met andermans pareltjes.
Ja, en als je dat goed kon. Ik weet bijvoorbeeld Riek van Veldhuis, die daar goed in was. Die op een gegeven moment bij de AVO kwam. Die smolt dan. Ja. Dat die, als hij een succesvolle avond had gehad. Dan wauw, dat vond hij geweldig. Ja. Die kwam ook met die verhalen daar binnen. En dat, daar begreep ik ook niks van. Dat over, en toen ben ik een keer... Ik heb een paar keer met Erik de Zwart ben ik meegegaan. Ik zeg, leer mij nou eens even wat het is. Toen heb ik Erik de Zwart gebeld. Nou, Erik de Zwart heeft er denk ik wel zijn tweede huis mee verdiend. Met altijd gedisjockey. En kon het heel goed. Dat is een soort van... Dat zijn net als... Martijn Krabbe is ook zo iemand. Die doen een soort jas aan. Ja. En dan zijn ze die figuur in die jas. Ja, en dat kan jij niet. Nee. Je kan alleen maar jezelf zijn. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik zou het wel willen, maar ik weet niet hoe het werkt. Hmm. Nou, dat vind ik heel eerlijk dat je dat zegt. Ik heb het wel gewild. Ja, ik heb er echt naar gezocht. Dat ik dacht, hi, goedemiddag. Dan moet je ook zo gaan praten. Het is 4:10. Boah, weet nou, je wel? Hier. 4:15. Avro Radio. Bah. En ik... Nee? Nee. Dus ik ging andere dingen bedenken. Maar oké, de arbeidsvitamine. Ja, heb je nog meer op Radio 3 gedaan? Tussen 4 en 6 heb ik gezeten. En ik heb tussen 12 en 2 gezeten. En tussen 12 en 2, dat was wel een leuke periode. Want toen werd ik wat eigenwijzer. En toen een van de dingen die ik gedaan heb, waar ik best trots op ben, is... Niemand wist waar dokter Anders P. was. En ik heb hem opgesnort. Van de dode rit. Voor mij... heeft hij een dubbelhaar gemaakt. Hij is weer muziek gaan maken en teksten gaan maken. En ik zond elke week een van zijn liedjes uit. Dat was de deal die we hadden. Oh, wat cool. Dat was echt super gaaf. Ja. Weet je, dat was voor mij nou een grootheid. Ja. Weet je wel? Niet met alle respect een discjockey. Hoe goed ze ook waren. Maar toch, hè, als ik dit zo hoor... mensen zoals jij, daar zoeken ze nu naar bij de radio. Weet je, het gaat allemaal om authenticiteit. Ja. Het fenomeen discjockey is aan het uitsterven. Ja. Iedereen wil dat iemand echt is op de radio. Ja, dus... maar nu raak je natuurlijk het grote onderdeel van het leven. Weet je, wat is dan... Echt zijn. Ja. doe eens echt. Ja, nee... Ik denk dat wij nu redelijk echt zijn. We doen geen act. We bewaren het spirituele en het filosofische gedeelte even voor het tweede deel. Vind je dat goed? Dan kan ik het ook nog even losknippen voor de podcast Leven Zonder Stress. En dit dan voor Radio Wereld en Spreekbuis. Nog even naar die drive-in shows. Hè. Ik bedoel, wat ik me er nog van kan herinneren... dat je er ook wel eens gewoon een leuke orale versnapering cadeau kreeg. Of een ander soort... Nee, ik heb nooit... Nee, ik heb het enige wat... Nee, ik voelde me echt super ongemakkelijk. Ja? Echt waar. Die meisjes stonden zich toch aan te bieden daarvoor? Maar ik had ook last van... Kijk, het ging zo. Ik kwam binnenlopen met mijn koffertje. Ja. Met 2 koffertjes. En dat was zwaar. Dus, en dan knepen de vrouwen in mijn kont. En dan liep ik naar voren en dan keken de jongens me zo aan. Oh ja. Dus dat was het. Ja. Dat was mijn ding. En, en het enige wat ik me kan herinneren ook is van al deze avonden... is dat van die mannen met van die doorwaterde ogen van de drank... die stonden alleen mijn vinger op te hebben. Haardrok. Dus de haardrok. Ja, ze dan omhoog. Haardrok. Maar dat is voor mij een discotheek. En de veders naar beneden doen en dat iedereen mee zit. Nee, dus dat was het ook niet. Geen idee. Nee, dat is het niet. Dat hoor ik al. Ja. Wat vond je dan wel nog leuk in die tijd? Nee, ik heb het hartstikke leuk gehad. Ik heb 18 jaar bij de AVRO, hè? 18 jaar mensen. Ja. Tot 2000. Ja, ik heb een hand bij de achterdeur gekregen en toen ging het veranderen daar. Vond ik wel een hard gelach, hoor. Wie had je als programmaleiders of in die tijd? Je had Kees, dat was mijn baas. Nee, dat was niet een programmaleider. Je had nog geen programmaleiders. Je had dus Jan Steeman was de baas van Radio 3. Dus je hebt ook nog dat Het Station meegemaakt. Dat, ja, zeker. Dat vrij zaterdag, zondag, maandag. Daar ben ik zelfs een van de... want ik ben op de televisie heeft het ook zijn... weer slag gehad. Want we gingen ook televisie maken met die 3 omroepen. Oh, dat werd ook horizontaal. Ja, en ik werd daarvan de anker van de jeugdprogrammering op tv. Dus op zaterdagochtend deed ik alles kids. Ja. En als je nu doordenkt... hij schiet opeens... Telekids. Je hebt Telekids aan de andere kant. En met Topop had je natuurlijk Countdown aan de andere kant. Dus ik heb met die AVRO-keus, of die me overvallen is... of die ik op dat pad heb horen roepen en naartoe ben gegaan... Ja, ik zat niet aan, zeg maar, ik was niet bij Ajax. Zeg maar. Ja, voelde dat zo? Nee, maar de gave dingen, zou ik maar zeggen, in de tijd. Ja, die gebeurde aan de andere kant. Bij Veronica. Ben je nooit benaderd door Veronica eigenlijk? Nee. Jij bent toch wel een Veronica. Jij hebt toch wel, je hebt de looks, je hebt de power. Nee, dat is gek toch eigenlijk? Ik heb dat zijn mooie vragen die je stelt. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Waarom? Maar misschien was ik ook te eigenwijs of zat er iets eigenwijs in mijn ogen of. Ze vonden je niet discjockey genoeg voor de radio. Ja, dat zeker. Ja, ik was geen discjockey. Mag ik deze vlieg doodslaan van jou? Amen, ja. En dan daarna slaan. Dat is, dat is typisch. Liefdevol is dat. Liefdevol missen is dat.
Oké, okay. Maar als je dus een manager had gehad in die tijd, ja, dan was dat misschien wel allemaal gelukt. Ja, dus meer verdienen, eens, betere... Ja, hoor, ja, ja. Ja, maar ja, goed, dat was niet zo. Daar, nee, kunnen, klaar, we wel op terugkijken. Nee. Even naar de dingetjes die je voor de NOS gedaan hebt. Dat was dus Klokhuis. Want, ja, dat mocht allemaal in de tussentijd wel. De, ja, AVRO vond het prima dat je wat voor de NOS deed. Ja, dat zeg je wel op goede dingen. Want het was ook al in die tijd dat bijvoorbeeld mensen van de commerciële omroep, die net begon, die mochten dan niet op de televisie bij de NOS. Ja, en zo, ja, dat, ja, mocht niet, weet je nog wel. Ja, er, ja, werd veel nou, niet neergekeken. Dat, ja, dat had ook nog gekund. Waarom ben je niet door RTL Veronique benaderd aan het begin? Ik, weet ik ook niet. Geen idee. Omdat ik ook wel, denk wel, in een soort segment zat waar ik moeilijk te vangen was. En dat is misschien ook wel, waar plaats je me nou? Hè? Ja, als jij, maar jij nou bent ook niet te kneden. Ik denk dat dat het ook dat is lastig. Want als ze jou nou in een setting hadden gezet van, noem maar zo'n programma uit die tijd. Zo'n quiz. Zo'n dagelijkse quiz. Ik heb wel wat quizzen gedaan. Hè? Ja? Ja, welke? Ik heb dat heette, ik heb een quiz gedaan voor in samenwerking met Greenpeace. En dat was eigenlijk best wel goed gedaan. Ik weet niet meer zo goed hoe die heet. En dat was, dus waren mensen die onder een stolp terechtkwamen. Dus we deden eigenlijk, bootsten we het grote probleem van het klimaat na. Dus mensen, okay, gingen antwoorden geven. En als de antwoorden niet goed waren, dan, ja, zakte er heel langzaam een soort kolom over die mensen heen. Het was eigenlijk allemaal bijzonder en bizar. Maar dat was op zich wel leuk om te doen. Maar dat was maatschappelijk betrokken. Dus geen lullig quizje van nee, wie klopt, van de drie, nee, of nee, klopt, iets in die trant. Nee. Qua radio Sublime FM. Ik spring even die, ja, kant op. Ja. Want na de AVRO kwam eerst nog Link. Of wat heb je toen, ja, gedaan? Je had in Rotterdam kwam er een omroepje. Dat was Link, met dubbel L aan het begin. Link, de kleinste omroep met de grootste idealen. En die richtte zich volledig op groen en duurzaam en noem, ja, het allemaal op. En daar heb ik een programma gemaakt, bijvoorbeeld McDonald's Kitchen. Dat ging over vegetarisch koken. En dan zetten we gewoon ergens een keuken in een weiland neer, of in zo'n woonwijk of whatever. En dan gingen we koken en dan kwamen mensen op af. Dat was eigenlijk heel leuk om te doen. En dan kwamen recepten uit en noem het maar op. Maar weggepropt, weggestopt. Op Nederland? Nou ja, dit was Nederland. We zaten op, of, ja, wat, toen was het nog zo dat je dan op 4 uur televisietijd hadden we uitzendtijd. Ja. Dus, beetje humanistische omroep, zeg maar. Human. Human, ja, nu. Maar dat paste wel bij je, toch? Heel erg. Ja, ik vond het heel leuk. Maar dat ging natuurlijk ter ziele. 4 jaar geduurd, staat hier, ja, op mijn A4'tje. Ja. Ja. Link in Natura, Zomerzin en McDonald's Kitchen. Ja. Maar geen Link had ook centheid op 3FM. Nee. Kan ik, tenminste, ik weet het niet. Ik kan me niet herinneren. Maar ik was in ieder geval, ze wilden mij daar op beeld hebben. En dat was heel leuk. We hebben mooie dingen mogen maken. Ja, het heeft tot 2009 geduurd. Ja. Tussentijd bleef je ook gewoon dingetjes voor de NOS, ja, doen. Ja. En daarna kwam Sublime FM. Ja, tussendoor ben ik nog directeur van Dierenpark Amersfoort geweest. Dat zat er nog even tussen. Want ik heb 4 jaar, 5 jaar lang mocht ik meedenken. Dat was, als ik nu terugdenk, dan heb ik Klokhuis en Dierenpark Amersfoort. Die draaien heel goed in elkaar. Die komen uit, ook van wat ik daar heb kunnen doen, uit dezelfde soort bron. Nieuwsgierigheid, openheid en mijn creativiteit kwam er heel goed van pas. Of wil je eerst over Sublime? Ik wil even je Ik ben afgeleid door die hond die al een half uur aan het blaffen is. Zullen we even luisteren naar hem? Kijken wat hij te zeggen heeft. Kijk, ja, je ziet de noise gates op. Dus luisteraars hebben er denk ik niet zo'n last van. Er blaft een hond. Raak jij daar niet door afgeleid? Soms wel, ja. Ja, in dit geval niet. Wacht. Nee, deze niet. Nee. Het geeft mij wel even de gelegenheid om ook even de backup aan te zetten. Okay. Dat vergeet ik de laatste tijd nogal. Als alle apparatuur uitvalt, dan hebben we dit in ieder geval nog. Dierenpark Amersfoort vond ik opvallend, omdat er natuurlijk de laatste tijd wat dingetjes gebeurd zijn. Volg jij die dan ook met, ja, extra aandacht? Dat, ja, er zijn, tuurlijk. Eerst zijn er twee apen ons. Ja, vorig jaar. En die zijn ook neergeschoten. Ja. Ja, dat is natuurlijk een rare, bewonderlijke keuze. Die heb ik wel, en begrijp ik ook wel. Hè. Dus ik weet ook, ik heb er 4 jaar gewerkt als creatieve directeur van het park. En met iedereen in aanraking gekomen. En de liefde voor de dieren die is groot daar. Want die mensen ontfermen zich echt op een hele liefdevolle manier. Ja, je kunt er van alles van vinden. Hoe ze in welke verblijven zitten. Of het groot genoeg is, dat soort dingen. Of het niet de natuur naboots is. Mm-hmm. Of het gevangenschap is. Daar moet je ook heel veel over praten. Of het zielig is. Ja, maar dat is ook een menselijke gevoel. Hè? Van, is het zielig als een dier wordt geboren in een beschermde omgeving? Ja. Ja, is het dan
Ja, want we willen hebben een plaatje in ons hoofd dat we ze liever door de prairie zien rijden of door uit de bossen zien komen. Ja. Maar ja, die zijn we ook zo langzamerhand aan het weghalen. Ja. Dus het enige waar je nog zeg maar zuivere soorten ziet, is heel vaak in dierentuinen. Ja. Daarboven ligt een heel groot afsprakennetwerk van de zuiverheid in de soort houden. Ja, en dat wordt ook onderling door, ja, door dierentuinen. Ja. Maar goed, de chimpansee, ja, als je dan een dier moet doodschieten, is natuurlijk... Ja. Die wolven, die, daar is er eentje van een hartaanval... Ja, de wolven zijn... Het is een groep, hè, die leven in een groep samen. Als er een paar niet passen, dan zonderen ze zich af... en die gaan rare dingen doen. Ja. En dan heb je aan een hek wel een beetje een probleem, ja. Dus wat ze gedaan hebben, ze een gat onderdoor gegraven. En die kwamen opeens, stonden dan in het dierenpark. Hoe moet je daar nou mee? Ja. Ja. Maar goed, dat is niet gebeurd in de tijd dat jij daar werkte. Heb je daar nooit gedacht, ik ga iets met dieren op tv doen? Waku waku. Waku waku, maar mee. Hoe heet hij ook alweer? Hoe heet hij ook alweer, die presentatie? Ja, met dat brilletje. Hij was best leuk. Met de KRO, zondagavond. Ja. Nee. Heb je überhaupt nog contact met mensen uit jouw grote gloriejaren op de tv? Hou op, joh. Dit is vervoerd helemaal niet. Ik bedoel, gloriejaren op tv. Dus voor mij is dat... Ik heb wel een paar vrienden aan mijn radiojaren overgehouden. Ik heb altijd nog goed contact met, in ieder geval met Hans Schiffers. Met Hans heb ik ontzettend gelachen. Die is zo gek als een deur. Ja, die is hier ook geweest. Daar heb ik toen niet veel van gemerkt. Dat kan ook heel serieus zijn, toch? Nee, maar dat is wat hij altijd doet. Dat begrijp ik nooit. Want hij is zo echt mafketel, is dat. Ja, en hij doet altijd heel voorkomend. Hij heeft dat is die jas die je ook aan kunt trekken. Ja, ja. En dan, kan ik die ook aantrekken? Nee, die gaat jou helemaal niet staan. Nee, die vindt ook niet lekker. Past niet en dan word je benauwd van. Dus ik hoop, dat hoop ik zo lang mogelijk nog uit te kunnen stellen. Dat gaat niet gebeuren bij jou. Maar dat is toch jammer. Jij zegt mij nu dat Hans Schiffers je daar dus kapot mee kan lachen. Ja. En waarom hoor ik dat dan niet terug op de radio? Waarom vertel, maar dat is een soort verlangen wat jij en ik hebben. Ja. En wij hebben iets met het woord echt of zo. Hè? Dat je dan zegt van, wees maar dat wat je echt bent. Hè? En als je nog een talent hebt, wauw, helemaal gaaf. Ja. Zing maar wat of speel maar muziek. Of jeetje, wat kan jij goed intro's vollullen? Als Rob Stenders, zou ik maar zeggen. Doe maar echt. En die zijn er ook. Ja. Maar misschien past het ons niet zo heel erg. Of houden die het langst vol? Want hoe lang zit Hans er niet al? Die heeft op een gegeven moment gewoon een keuze gemaakt. Nou, dit is wat ze van me verwachten. Dus dan breng ik dat. Ja, denk het ook. Maar ik wil mezelf constant opnieuw uitvinden. En dat merk ik bij jou ook. Ja, maar ik, zo ga ik eraf. Zo ga ik voor de tweede keer eraf. Ja? Ja, natuurlijk. Okay. Maar dus Hans Schiffers heb je nog contact mee? Meneer Cactus? Niet. Rick van Veldhuis, spreek je die nog wel eens? Nee. Cactus ook niet, maar die is ook heel erg op zichzelf. Nee, ben ik wel eens een keertje tegengekomen toen ik in de studio was om boeken in te spreken. Maar toen was hij daar ook. Maar... Toen zei hij hi. Hi. Cas van Eersel. Hi, Cas. Ja, die glimlach. Het heeft ook iets moois, dat vind je niet? Ik vind die kietje kant van radio heeft toch ook iets prachtigs. De kietje kant van radio. Hij heeft iets heel moois. Ja? Ja. Die jongens die... Ik bedoel, ik bewonder ook iemand als Rob Stenders. Bewonder ik enorm. Zijn parate kennis, maar ook een soort van... Ja, volgens mij is hij dat gewoon. Weet je, ik weet helemaal niet hoe hij leeft eigenlijk. Volgens mij gaat hij gewoon aan als het dat ding aangaat. Ja. Dan gaat hij dat doen. En dan zit al die parate kennis voor aan. Dan kan hij ook nog een soort wonderlijk echt vormgeven, vind ik. Hè? Met zijn stem of met zijn verhalen. Of hij is snel en dan onthoudt wat hij aan het begin van zijn uitzending heeft gedaan. En dat projecteert hij weer aan het eind. Dus je bent fan van Stenders? Nou, in ieder geval, we hebben het even specifiek over radiomakers. Ja. Felix Murders. Ik was vroeger gek op Peter Holland. Ja, zit nu bij Radio M, doet nog steeds wel wat radio. Ja, maar ook braaf, hè? Dat is ook het aardige. Maar, maar ik was vroeger bijvoorbeeld ook fan van Ron Flonflon. Ja. Begrijp je? Dus de breedte is enorm. Ja, wat trek je daar zo in dan? Die creativiteit natuurlijk van Ron Flonflon. Ja, maar ik vind gewoon, weet je, als we allemaal braaf doen wat steeds een ander heeft gedaan, dan leven we in de geschiedenis. Dat is waar. Dus vernieuwende types. Ja, graag. Oké, even Sublime FM. Dat was toch niet het toonbeeld van heel vernieuwend dan? Want dat was, wat ik me kan herinneren, en nu ook nog, toch ook vrij chic. Dat vind ik het woord, chic. Ja. En jij deed daar dingen, heb jij ook dat Goed Nieuwsjournaal zo bedacht? Of wat ik heb je? De tafel van de vooruitgang, je had het nieuws van de vooruitgang op een half uur, die was er al. En daar heb ik toen de tafel van de vooruitgang bij gemaakt. En dat was eigenlijk een soort commercieel model, zodat je het ook kon neerzetten in bedrijven en praten over, lekker niet over het verleden, wat we slecht gedaan hebben, maar de vooruitgang. Wat kunnen we met elkaar delen over vooruitgang? En mijn ambitie was veel groter dan het daar gelukt is. Ik had bij Sublime had ik echt wel het idee van, daar kunnen we een soort van commerciële VPRO van maken. Oh ja.
Het leek me mooi, hè? Dus dat je heel duidelijk in je muziekkeuze bent. Beetje Studio Brussel-achtig, ja. Wat toen was. En daaromheen merken zoeken die dat begrijpen. Dus je bouwt helemaal een andere zender op een andere manier om. Want nu is het zoveel mogelijk hits draaien en daarbij lopen de merken sowieso bij je binnen. Ja. Dat is ook een businessmodel. Maar mij leek het businessmodel andersom zo mooi. Maar dat is me niet gelukt daar. Tijd te vroeg misschien, maar dat is toch alweer een jaartje of zes terug. Nee, 2013 ben je daar begonnen. Ja, als wij radio zouden maken met z'n tweeën, zou ik het zo doen. Op die manier? Ja, ik zou beginnen bij het talent wat er is en dan vervolgens zeggen welke muziek is gaaf. Hoe kunnen we dat nou zo neerzetten dat het ook een bepaalde vorm van intelligentie heeft? Mm-hmm. Dat je uitgedaagd wordt, ja. Gekte erin. En nou, welke merken passen daar eigenlijk bij? Ja. En hoe kunnen we daar dan een model van bouwen? Als je daar de tijd voor krijgt, zou dat te gek zijn. Ja. Toch als ik jou zo zie zitten, dan denk ik, je noemt nu de VPRO. Zou jij niet de perfecte persoon zijn om bijvoorbeeld voor de VPRO us door, noemen ze gek land, door Groenland heen te gaan reizen? Ja. Of door Australië. Ja. En dan gewoon kijk, Bas in Australië. Ja. Nee, maar er zijn er ook al veel van. Hè. Ik heb er altijd, je raakt me wel hoor, als je me dat soort vragen stelt. Want ergens zit het. Ik heb gisteren voor het eerst weer sinds lange tijd voor een camera gestaan. En omdat ik gevraagd ben om voor het MKB, VNO, MKB. Dus de midden- en kleinbedrijf, komt een applicatie aan, een app aan, komt eraan. En die gaat iets, die wil een prikkel geven om middenstanders en ondernemers te laten nadenken over kinderarbeid. Hè? Komt er kinderarbeid in je keten voor? Niet echt een hele sexy onderwerp. Hè? Geen sexy onderwerp. Nee, maar voor mij wel weer een soort camera in mijn gezicht en een regisseur ernaast. Ja. En ik liep hoe voelde dat? Ja, vertel. Vond ik te gek. Nee, maar dat kan jij toch ook. Weet je wat me een beetje irriteert? Dan krijgt zo'n zoon van John de Mol krijgt gewoon een talkshow. Ja. Zet daar toch iemand neer die eens wat meegemaakt heeft. Weet je wel? Ik hang. Nou, niet dat ik. Ja. Hang ik aan je lippen? Weet ik niet. Ik vind het in ieder geval heel interessant wat je te vertellen hebt. Want je hebt heel veel meegemaakt. Je hebt bagage. Je hebt op het voetbalveld neergevallen. Dat zijn voor mij de interessante mensen. Die wil ik terug zien op tv. Ja. Ik zie zo, ook op de radio. Ik hoor en zie zoveel mensen dat ik denk, ja, maar. Maar wij bedienen toch niet de massa? Nou, maar ik denk dat mensen zijn geïnteresseerd in mensen, niet in merken. Dus, maar eens, maar daarom doe je ook dit wat je doet supergoed. Daarom is het domein waarin je begeeft, jij, is hartstikke goed dat daar misschien nog meer uit kan komen. Of ja, maar ik hoef dat niet zozeer. Maar jij hebt het talent om op camera sprekend over te komen. Dus, ja, maar de ene is ook superleuk om te doen. Maar waar moet, weet je. Het heeft toch helemaal geen zin als het nergens over gaat? Nee, maar daar zorg je wel voor dat het ergens over gaat, toch? Eens, met je vragen. Ja, dus dat is ook zo. Er wordt nu een hele discussie gaande van talkshows. Mensen kijken niet meer naar talkshows. Ja, hoe komt dat? Omdat ook daar het format overheerst. Ja. Weet je, hoe leuk zou het zijn? En ik zou doen, dus waar, als er een gesprek, als wij opeens aangaan en ik zou zeggen, er komt nog een onderwerp, maar dat schuiven we naar morgen toe. Want dit is zo leuk. Ja, hier gaan we op door. Ja, wauw. Ja. Zullen we? Ja, toch moet daar toch bij de publieke omroep zeker ruimte voor zijn. Sta jij dan misschien, want ik sta wel bij de NPO bekend als gewoon een recalcitrant, dwarstyp. Dan word je benaderd voor iets en zeggen, doe dat dan niet, dan krijg je alleen maar gezeik mee. Hangt er iets van dat aan jou? Dat je misschien, dat ze denken, die weet te veel of die bemoeit zich te veel met alles? Dat kan ik nu heel moeilijk. Nou, in ieder geval, het is niet zo dat de telefoon gaat vanuit omroepland naar mij. Dat ja, maar is dat niet vind een ik dus gek. Lijntje. Dat vind ik dus gek. Ja, weet ik veel. Ja, het is zo. Zou ik ervoor openstaan? Ja. Ja, natuurlijk. Maar want kan het. En het is leuk. Het is fijn. En vooral als het over echte dingen gaat, is het leuk. Nou, ik ga eens kijken of ik hier of daar eens een keer weer een balletje voor u kan opgooien. Maar dat zeg ik niet op de slijmen. Maar gewoon, het valt mij in deze reeks van de 10 mensen die ik spreek, zitten er 1 of 2 tussen die denken, ja, hoe kan het nou dat jij niet? Ja. Je hebt nog zoveel in je mars. Ja, en zo voelt het ook echt. Maar ik vind het heel ingewikkeld om dan te zeggen, dus stel je voor, we maken een uur tijd voor je vrij. Wat ga je doen, Bas? Ik zou in ieder geval willen dat het, nou ja, wat je net ook al zegt, dat het echte gesprekken zijn. Inhoudelijk, dat ik me mag verbazen dat ik dingen niet weet, openlijk. Weet je wel, dat ik denk, wauw, leg uit, weet je wel, zo. Zal wel muziek er ook in zitten, denk ik. En I don't know. Oké. Ja. Nou ja, we wachten het af. Ja.
Dus het is niet zo bij jou dat je denkt, nou, die tijd heb ik gehad. Dat helemaal niet. Nee hoor. Want dat hoort gewoon bij mijn stijl van leven. Het kan best zijn dat ik volgend jaar, misschien is het wel volgend jaar, een reeks programma's doe. Maar moet het dan geen hel geweest zijn dat jij koffietijd een tijdje moet over? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja, er zijn een paar dingen die ik... Ja, dat is nou typisch zo'n ding waarvan ik dacht, man in zo'n vrouwenprogramma, zeg maar. Ja, ik vond het heel grappig om te doen. En ik... Wie zitten er allemaal? Want ik was even in de tijd... Loretta. Ja, Loretta en ik waren heel leuk samen, vond ik. En, maar ik vond haar, ik vind haar leuk. Ik vind haar lief, een lieve vrouw is dat. En, ook ziek geweest, hè? Ja. Maar ook als je het nou hebt over bagage... of over mensen die je niet hoeft te vertellen... hoe dingen gaan en zo. Ja. Er zit een soort van gemak in. En ik geloof op dat tijdstip... Ja, weet je, het is niet, er gaat niet de wereld veranderen op dat tijdstip... Maar toch, als je iets kan doen, iets kan veranderen. Kijk, als je bij de VPRO iemand van de VPRO bent, dan ga je de wereld niet veranderen. Want dan weet je al dat je bij de VPRO is. Ik kan beter van de VPRO zijn bij de TROS. Ja, ja, ja. Dan dat is makkelijk. En ik denk dat Catherine, ja, nou ja. Ja. Wat kijk je zelf nu nog veel? Kijk jij Netflix? Ik kijk geen tv. Niks? Nee. Ook geen streaming dingetjes? Nee. Echt niet? Nee, ik kijk heel veel... YouTube, hè? Ja. Ja, kijk je masterclasses, interviews. Ja, ik vind YouTube is gewoon voor. Als ik het nu zie, dan is het volgens mij is dat gewoon mijn academie. Dat is gewoon mijn universiteit. Ik ga daar, kan ik leren. Maar ik leer daar ook onderscheid te maken tussen wat onzin is, onzin zou kunnen zijn. En wat overkomt als, wauw, goed over nagedacht. Of het zet mij aan tot denken en ik ga de boeken kopen. Okay. Er zitten een soort gradaties in die ik heel fijn vind. Het is verslavend in de zin van dat je het aan kunt laten staan en dat je voortdurend op je netvlies iets krijgt wat als een soort carousel blijft rondgaan. Maar als je echt gaat speuren, dan kom je echt fantastische dingen tegen. Of mensen die zich echt inzetten voor een betere wereld. Wat is dat toch in jou die de wereld zo graag wil verbeteren? En dat wil ik niet hoor. Ik wil niet de wereld verbeteren. Nee, ik weet natuurlijk, het moet bescheiden zijn. Maar wat kom je hier eigenlijk doen? I don't know. Nee, maar je zet je wel in voor de grotere zaak. Laten we het daarop houden. Ja, ik vind het leuk als mensen, nou, wat ik al zei, hè, mijn motto, hè, dat gekend zijn, dat zit overal wel doorheen. Ik vind het wel fijn om hier, wij kennen elkaar niet echt, maar wel een beetje, zeg maar, zo van zien of via social media. Maar ik vind het wel fijn omdat ik in zo'n gesprek ook, dat ik je leer kennen en gekend zijn. En ik denk, wauw, er ontstaan er allerlei mogelijkheden door. En dat maakt het leven leuk. Ja. Maar dat maakt media ook leuk, dat maakt radio leuk, dat maakt tv leuk. Ja. En ik moet toch zeggen dat mensen zoals jij in de media weinig ben tegengekomen. Ik kwam toch vaak, als wij, ik noem wel, een actie gingen verzinnen, dan zei ik, we beginnen met een reis naar de maan. Ja. Zeiden ze, mensen, kan toch helemaal niet? Nee, maar wacht wel even. Als het dan een reis om de wereld wordt, dan is het in ieder geval huge. Zo is het. Ja, maar heel veel mensen altijd maar, het gaat niet, kan niet, hebben we geen budget voor. Ja. Dat ik mis dat kinderlijke enthousiasme. Ja, bij mij werd het als naïviteit vertaald. Hè? Dan wordt gezegd, ja, maar dat is naïef gedacht. De wereld is niet zoals jij. Ja, nee, maar ze kunnen hem wel maken. Ja. Dat herken ik in jou. Ja. Ja, en heel erg. Want dat is, heb je ook Klokhuis, die kinderlijke nieuwsgierigheid. Hè? Elke christenen wordt er gewezen van, wees als dit kind, staat er in de Bijbel zelfs. Hè? Wees als dit kind. Nou, dat betekent open en je vizier open. Ja. Nou, onbevangen. Maar, onbevangen ook. Maar dat, de hele schoolsystemen zijn helemaal ingericht om jou iets te leren wat de leraar in het verleden heeft geleerd. Ja. Dus kinderen zitten daar het verleden te leren. Dat is wat daar al fout gaat. Dus als leerkrachten bijvoorbeeld open zouden kunnen staan, de tijd ervoor hebben en het geld ervoor is en meerdere leerkrachten in een klas. Maar als je dat al leert aan een kind, dat het oké is zoals jij hier bent op deze aarde, zoals je je ontwikkelt, dan krijg je een heel ander leven al. En als je zegt wereldverbeteraar in dat punt, ja, want dat beklijft wel aan mij. Want dat vind ik, ja, daar ga ik de barricade ook wel voor op. Ik vind echt het schoolsysteem echt zo verschrikkelijk. Had ik ook opgeschreven, ja, dat heb je al eerder ergens geroepen. Ja. Hoe is het dan met je kinderen? Zijn die ook een beetje creatief? Ja, ik heb mijn oudste, ik heb een dochter en die heeft dit jaar een dochter gekregen. Dus ik ben opa. Oh, gefeliciteerd. Ja, Vee. En mijn dochter die studeerde Ruslandkunde, is toen bij KLM gaan vliegen. En toen kreeg KLM last van COVID. En toen is ze juf geworden. En dat is ze dus nu weer terug aan het pakken nadat ze een kindje heeft gekregen. Ik heb Dylan. Dylan is mijn zoon. Die is... Nationaal Ballet heeft hij altijd gedanst. Vooropleiding dans. Is daar niet mee doorgegaan toen hij 17, 18 was. Toen is hij naar Artes gegaan. Is hij fashion designer geworden. Oké, creatief. En die heeft 2 jaar geleden een grote prijs gewonnen
voor het grootste aanstormende talent in Nederland. En daar heeft hij budget voor gekregen, die nieuwe collectie kunnen maken. Dus ja, creatief. Ik heb een jongen, die Sebastian, dat is de oudste met Babette. En die werkt naast de studie, werkt hij bij Fox en Sports en ESPN. En dan doet hij beeldbandregie. Dus hij maakt die, hij stelt die, samen. Kleine samenvatting in de korte en de lange samenvatting stelt hij samen. En heb ik een jongen van 17 die heeft besloten na 5 HAVO in coronatijd 5 ateneum te gaan doen. Of 5 WWO. En dat is hij volle bak aan doen. Ja. Oké, okay. Ik dacht dat ik fotografie ergens gezien had op Google. Maar dat is dan een andere iemand geweest. Hoeveel zit er de tijd? Even kijken. Oh, nog 10 minuutjes even over je media. En dan duiken we even in de spiritualiteit. Want daar hebben wij ook raakvlakken. Zeker. Wat, luister je dan wel nog radio in plaats van tv kijken? Ja, ik ben, maar ik ben ook wel een oude lul met radio. Dus ik vind het heerlijk. Wat mijn moeder deed, heb ik overgenomen. Radio 1 luisteren als je opstaat. Ja. En ik vind het fijn om het oog op morgen af en toe in te prikken. Maar ik ben ook een scanner. Dus als ik met mijn autootje door het land rijd, dan kan ik overal langs. Ja. Dat vind ik heerlijk om te doen. Dus ik met enige regelmaat kom ik in Enschede. Mijn bedrijf zit daar ook voor een deel. En dan krijg je wonderlijke Duitse slager. Of je hoort die hele oude jaren 80 rock, weet je, die dan heel erg in is. Ja. Maar ik vind het ook heerlijk om dan die... Er zitten nog overal mensen die zitten Nederlandstalige muziek de wereld in te kopen. Heerlijk. Ja, ja, ja. Superleuk. Dus ja, voor mij is dat een soort snoepwinkeltje. Ja, omheen. Lekker zeppen. Ja. Wat doe je nog wat bij NH? Nee, ik ben gestopt. Dat was ook een rare constellatie. Je zat 's middags, toch? Ja, tussen 4 en 6. Vond ik heel leuk om te doen. Maar daar hebben ze Eddie Keur neergezet. Ja. Want ook daar ging het zeg maar de slag. En daar heb ik altijd wel een beetje last van gehad. Ik ben niet... Ja, wat ik al net al vertelde over mijn eigen discjockeywereld. Ja, dat ben ik gewoon niet, joh. Dus bij NH begonnen ze met aan de site te sleutelen. Dus de website. Het gaat over nieuws, hè. Noord-Holland, nieuws. En dan zijn ze die berichten wat smeuiger gemaakt. Oh, ja. En dan loop ik al weg, hè. Ja? Dus dan vind ik echt, why? Vertel me gewoon wat het is, weet je wel. Laat mensen dan zelf bedenken of dat smeuig is of niet. Ja. Of ze naar willen kijken of niet. Nee, en toen zagen ze in dat als je iets smeuigs brengt, dat het natuurlijk meerdere kijkcijfers heeft, of dat die site meer geopend wordt. Ja. Nou, en toen kwam daaruit volgde de verandering voor tv en radio. Ja, ja, moest ook smeuiger. Natuurlijk. En Eddie Keur is smeuiger. Ja. Je kunt zeggen wat je wil, maar hij is smeuiger. Klopt. Hij staat inmiddels ook weer weg. Dus er is weer plek. Nee, maar je lijkt me niet de type die zegt, dan gaan we dat maar weer doen, toch? Nee, we zetten gewoon in op een dagelijkse talkshow. Oké. En dan is bij deze afgesproken. Oké, dankjewel. En ben jij manager dan? Weet ik niet. Hoe moet dat alweer? Ben jij handig daarin? Ja, weet ik ook niet. Nou, ik ben wel handiger voor iemand anders. Als ik voor mijn vriendin op Marktplaats iets moet onderhandelen. Dan doe jij dat. Ja, is makkelijker dan dat ik voor mezelf denk. Ach, het is me de moeite niet, joh. Het zou humor zijn. Als ik een programma krijg, dat jij het uit onderhandelt voor mij. Is goed. We maken deze af. Maar je coacht nu ook mensen. Hè? Je bent wandelcoach. Ja, dat weet ik veel. Jawel, je gaat wandelen met mensen. Ja, ik ben geen wandelcoach, want ik dat weet ik niet van. Vind je dat sneu klinken? Ja, ik vind coach ook een raar woord. Ja, nee, dat het is gewoon mensen. Ik hou van, weet je, mensen die. Vooral mannen in de leeftijd van tussen de 50 en 60, 45 en 60, mm-hmm. die beginnen te zoeken. En die hebben een handeltje. Ja. Een handeltje namelijk werk en een handeltje gezin. En daar lopen ze mee uit balans in het leven. Ja. En krijgen ze pijn en verdriet en weet ik wat. Ze krijgen hun eerste blessures bij het voetbalwedstrijd. Ja. En ze gaan opeens staan ze in de spiegel te kijken met het buikje voorover. En denken ze, is that all there is? Yes. Nou, dat zijn... Maar in die mannen zitten heel vaak echt super gave wezens verstopt die gewoon bang zijn. Bang zijn om te laten zien wie ze echt willen zijn. Ja. Of dat ze bedrijven liever de andere kant op hadden willen zeggen. Of tegen een vrouw te zeggen, joh, ik wil af en toe even een weekend alleen. Mag dat? Weet je, dat. En er zitten zoveel leuke dingen verstopt in mensen. Daar help jij ze mee. Dat ontrafelen. Luisteren. Ja, en dat doe je met... Je vertelde iets moois in een andere interview. Dat wandelen een aantal voordelen heeft. Nou ja, natuurlijk, je brein is actiever. Maar je hoeft ook niet tegenover elkaar te zitten. Je kijkt elkaar niet aan. Dit is heel intens. Ja, het is intiem, ja. Dus daarom kijk ik denk ook af en toe even weg. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan. Maar ik weet niet of intens... Ja, intens kan ook negatief uitgelegd worden. Ik vind jou wel... Ja, je bent energiek. Levenslustig. Dus ja, ik kan me voorstellen dat iemand wel even aanjaagt of zo. Als hij met jou twee uur de bossen ingaat. Ja, ben jij een aanjager? Ja, ik geloof het wel. Ik denk dat wel dat mensen het daarom fijn vinden om af en toe met jou te sparren. Ja, en vaak heeft het ook wel een businesskant. Het is niet
alleen maar emotioneel zelf. Het heeft ook vaak te maken met... een directeur van een ziekenhuis loop ik ook mee. En dan die heeft wezenlijke vragen over hoe hij zichzelf moet opstellen ten opzichte van de veranderingen. En dat raakt uiteindelijk, zoals je weet, ook een dieper onvermogen of een vermogen in de mens zelf. Hè? Want het ligt gewoon opgeslagen in je systeem. Hoe je ooit reageerde, krijgt dat er maar eens uit. Ja. En dat soort vraagstukken vind ik heel leuk om te doen. En vaak begint het de oplossing bij naast elkaar. Heb je die vogel gehoord? Loop je wel eens vaker te wandelen? Nou, eigenlijk niet. Ik heb wel eens mensen gehad die waren zenuwachtig om te gaan wandelen, omdat ze dat heel lang niet hadden gedaan. En alleen dat simpele ding al. In welke omgeving doe je dat? Overal waar bossen zijn, ja. En niet zozeer per se met mensen uit de media, want die zou je ook kunnen helpen. Ja, heel graag. Daar heb ik wel eens over nagedacht ook. Om mensen, dus vooral presentatoren. Ik help ook wel mensen in, begeleid ik ook wel met presenteren. Ja. Maar dat is, ja, ik zou ook heel leuk vinden ook. Het is namelijk heel leuk. Ik heb wel eens mensen ook gezegd, ben ik aan het wandelen. Dan zeg ik, stil eens, ga staan. En dan ga ik tegenover staan. Oké, doe maar. Presenteer maar, zeg maar. Ja. Wat moet ik dan zeggen? Ik zeg, maar kijk, hoe ga je voeten dan eens? Oh ja, wauw, oké. Maar als je dat nou niet zo doet, hoe voel je eigenlijk als je zo staat? Ah, oké, dat is zo verschrikkelijk leuk. Moet jij dan niet baasje worden ook ergens bij een omroep of een... Nou, niet de baas van alles, maar ik zou een baasje kunnen zijn van... welke richting gaan we, wat ik eigenlijk bij Dierenpark ook gedaan heb. Hè? Dus nadenken, strategisch ook nadenken. Waar zijn we nou van? Net zoals bij Coolblue hebben nagedacht over... we zijn eigenaar van een glimlach. Moet je voorstellen, je bent eigenaar van een glimlach. Dat is een... Alles voor een glimlach, hè? Dat is een slogan ook. Hè? Ja, maar daar zit een systeem achter. Want er zitten mensen die zijn gewoon... mensen die zijn manager, blij zijn. Die zitten daar. Ja, chief happiness officer. Absoluut. Ja. Maar die gaan ook mee in interviews, want die gaan luisteren of het wel past bij de communicatie. Ja. Want het is heel breekbaar. Ja. En dus dat breekbare gedeelte in een zender. Ja. En dan zeggen van, ja, dus daarom die presentator niet en die andere wel. Dat zou hartstikke leuk zijn. Het moet geen slijmgesprek worden, maar ik zit te denken, als ik nou bij 538 zou werken. En ik zie die olijke kop van jou iedere dag. Want ben jij iedere dag zo? Of heb je ook chagrijnige dagen? Nee, ik ben eigenlijk je altijd staat wel zo. Aan. Ja. Oké, nou, maar zo iemand heb je bij een radiostation ook nodig. Iemand die gewoon binnenkomt, zo weet je, we gaan ervoor. En niet die bedrukte gezichten allemaal als de luistercijfers een tiende gezakt zijn. Ja, zou ik ook meteen uithalen. Weg met het luisteren, de hele tijd kijken naar luistercijfers. Weg ermee. Opzouten. Gewoon, hoe voel je? Wat gaat? Ja, laat hem horen. Ja. En wat heb je gisteravond meegemaakt? Hoor ik het straks terug in je uitzending? Ja. Wauw, te gek, dankjewel. Ja. Of even sparren van tevoren. Dat je zegt van, heb je die Haller zien staan kijken bij Ajax? En wat vind je nou eigenlijk van? Weet je, gewoon... Ja, maar dat is wat het leven is. Je ontwaakt en je staat aan, doe ik. En daarmee heb je het te doen. En s'avonds ga je weer naar bed. En dan is er weer een volgende dag. Toch mediteer jij ook, hè? Ja. Hoe vaak? Als ik wil. Dat ligt, niet dat dagelijks is, of zo? Ja, ook periodes dagelijks en dan periodes niet. Het is niet. Ik zit niet op de meditatieschool. En je hebt niet toevallig vandaag een goede dag? Nee. Ik wil je me chagrijnig hebben? Nee, graag niet. Wacht hoor. Oké, laat ik de vraag dan stellen. Hoe krijgen we jou chagrijnig? Ja, waar word je chagrijnig van? Waar word ik chagrijnig van? Waar ik wel verdrietig van... Nou ja, god, heb je niet verdrietig of wat anders. Ik vind die bubbels waar mensen in verdwijnen... en dat ze de weg kwijtraken en dat het zo ontzettend op je netvlies is... al die boosheid, dat vind ik echt... Is dat de reden dat je al een jaartje of 3, 4 niet meer actief bent op Twitter? Ja. Niet meer op Instagram ook? De laatste post ook 3, 4 jaar geleden? Ja. Ja. Je houdt dat gewoon buiten de deur. Ik weet niet. Ik zou zo graag die ene zin willen zeggen. Waardoor mensen zouden denken... Oh, ja, zo is het ook nog eens een keer. Maar die kan ik niet zeggen. Dus wat ik alleen maar zie... Ik word overwhelmed door alle negativiteit. En mensen die ook goed zijn in negativiteit. Of mensen die ook heel goed zijn om daarop te pareren. Dat vind ik heel knap. Dat vind ik ontzettend bewonderenswaardig. Maar ik kan die wedstrijd inspelen. Ik zit daar niet op. Nee. Je zou niet met een microfoon gewoon naar zo'n protest... zo'n achterlijk protest laatst ook weer... Ja, sorry, maar ik stoor me daar enorm aan. Weet je, dat vaccineren, dat doen we toch allemaal niet voor onze lol. Nee. En dan moet daar weer tegen geprotesteerd worden. Ja, en dat, denk, ja. Ga maar, er... Stel, jij zou daar staan met een... Zou binnen no time ruzie hebben, denk je? Of? Ja, nee, niet. Maar als ik er iets zou moeten doen... Dus stel je voor, de opdracht is dat ik daar iets zou moeten doen. Weet je, jij bent mijn manager en jij zegt... Bas, dat is heel goed voor jou. Wij hebben besproken dat het goed is. Ja. Ik ga daarheen met een microfoon. Dat zou ik wel interessant vinden. Want dan zou het al heel snel gaan over...
Over je, wanneer voel je je fijn dan eigenlijk, weet je wel? En dan zou ik met iemand op een bankje, als het nou een antivaxxer is of een antimasker, dat maakt niet uit, maar dan zouden we naar zo'n massa kijken samen. En zou ik zeggen, wat zie je dan gebeuren? Dat zou ik willen. Ja. Wel een beetje diepgang, dus niet snel een paar quotes scoren. Wat heb je daar nou aan? Nee, ja, ik weet het, maar ja, dat is de tijd nu natuurlijk. Ja, maar daar zijn we zelf bij. Ja? Nemen we ook de tijd, ja, dat is waar. Ja. Maar wat zei ik ook? Nou, dat je ook vindt dat mensen zoals ik dan wat meer de gelegenheid zou moeten krijgen om dan dieper op dat soort vragen in te gaan. En maar je weet ook, en dat is precies de reden waarom zitten de mensen soms wel te presenteren, omdat ze iets aanspreken bij een groot publiek. En dan, ja, dus we pakken ook foxpops en die zetten we neer als ze maar negatief zijn. En dat scoort en dus heb je een goede uitzending gemaakt. Zo draait die wereld. Mm-hmm. Het is gewoon, daar word ik wel een beetje verdrietig van als je zegt chagrijnig. Ja, wellicht. Oké, okay. Maar bij de NPO zou daar toch wel ruimte voor moeten zijn, Bas. Dat jij gewoon eens op NPO 2 of 3 eens even lekker met iemand de diepte in mag gaan. Over de diepte gesproken. Jazeker. Jij heb je ook in het spirituele... Ja, dat klinkt ook alweer zo zwaar. Nou ja, dat moet ik dan niet zeggen. Je hebt je wel verdiept in dingen. Ik vind spiritualiteit is gewoon je ogen open doen als je door een bos loopt en denkt, wauw, dit is mooi zeg. Dat is toch al spiritueel? Ja? Weet je, spiritueel is toch niet een soort van... aparte tak van sport. Nee, het is toch niet dat je zegt, dat is toch niet de hubo waar je naar binnen loopt. Nou, voor sommige mensen is het dat wel, hè? Ja, dat is ook zo. Maar snoepwinkel. Ja, dus ik ben ineens spiritueel, dus ik ga me nu anders kleden. Ik praat ook anders. Ik was niet meer, geen oksel, niet meer met zeep. Ja. Noem allemaal maar op. En dan wordt het een soort spiritueel ego. Dat heb jij niet gekregen. Je hebt je er wel in verdiept. Ja, natuurlijk. Ik ben en dat komt heel erg ook van mijn familie uit. Mijn oma die ging naar bijeenkomsten van Krishnamurti. Mijn tante en zo ook. Dus daar werd over gesproken. Dus ik heb hun oude boekjes in mijn boekenkast staan. Die zij toen bij, ik geloof in Ommen, hebben meegenomen toen hij daar sprak. Maar nadenken over woorden geven aan gevoel. Praten over wat is geloven. Dat soort dingen zitten wel in mijn DNA. Mm-hmm. Dus het is niet zo ingewikkeld dat ik daardoor geraakt was. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld... dat is misschien nu eens naar binnen. Er was een cd kocht ik in eind jaren 80. En het was een lichtconcert. Dat had ik nog nooit van gehoord, joh. En er was een man die speelde prachtig piano met een plaatje erop voorop in het concertgebouw. Ik had zijn stoelen eruit gehaald. En hij speelde een lichtconcert. Dan mocht je gaan liggen. En dat hoorde ik. Toen dacht ik, wauw, dat is bijzonder eigenlijk. En dat soort momenten zijn momenten om verder te gaan kijken. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Als je in die stilte raakt. Of je wordt geraakt. Wat is geraakt zijn eigenlijk? Waar dan? En als ik mijn ogen dicht heb, ben ik niet geraakt. Als ik mijn ogen open wel geraakt heb. Oh, dat is interessant. Bewustzijn, niet bewustzijn. Nou, langzaam komt een soort reis op gang. Die wel onderlegger is voor mijn leven, ja. Dus je hebt ook in Eckhart Tolle verdiept. Ja. Kracht van het nu. Rupert Spira. Er zijn mensen, Krishnamurti. Ja, zijn er wel velen die ik, ja. Ja. En ook naar bijeenkomsten geweest? Nee. Het is zo grappig. Veel creatieve mensen. Ik weet dat Ramses Shaffi, die kwam vaak bij Alexander Smit. Ik hoor nu nog wel eens bandjes terug uit de jaren 80 en 90. En dan wordt Ramses half bezopen de zaal uitgestuurd. Omdat hij de lezing zit te verstoren. Maar Elvis Presley hield zich bezig met spiritualiteit. Eigenlijk kun je zeggen, zoals het bij mij tenminste. Hè? Op een gegeven moment bereik je dingen. Hè? Denk je tenminste. Je hebt dingen bereikt. Dan denk je, fuck, maar dit is het nog niet helemaal. Was het dat voor jou ook? Dat je denkt, het moet ergens anders te vinden zijn? Nee, dat niet. Dat was niet mijn eerste vraag, maar wel de soort van. Je ontkomt niet aan een soort levensvraag van is that all there is? En who am I? Hè? Dat is natuurlijk die beroemde vraag. Hè? Mm-hmm. Wie ben ik dan? Als het en wie ben jij dan? Dat is de vraag. Waar zit ik? Waar zit ik? Ja. Als ik ben. En ik heb mijn gedachtes. Wie denkt mijn gedachtes dan? Ja. Wie is dan ik? Ja. Dat zijn vragen die mij niet los kunnen laten. Omdat ik ze ook gewoon ontzettend fijn vind om als een goochelaar mee te spelen. Is ook leuk om op te kouwen. Ja. Is er een antwoord op? Nee. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er een soort consciousness is. Bewustzijn is en daarin vindt het plaats. Maar is het ook niet de enige logische vraag die je in deze tijd moet stellen? Dat het ik-denken ons toch behoorlijk wat ellende gebracht heeft? Ja, natuurlijk. Ja. Als ik alleen maar aan ik denk, dan moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt om me heen. Dan laat ik een ravage achter. Is ook zo.
Ja, dat is ook echt zo. Maar ik zeg ook niet dat samen denken dat ander op een andere manier oplost. Hè? Want als je zeg maar toch maar samen bent, ook dan ben je een bubbel van een collectief. Kijk maar wat er gebeurt. Ja, precies. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan Indianen. Die hebben geen woord voor het ik. Nee. Als er iemand dorst heeft, zeggen ze, we hebben dorst. Ja. En dan krijgt de hele groep drinken. Ja. Ja, ik krijg daar nog steeds kippenvel van als ik dat zeg. Mooi. Hoe zit daar niet de crux bij ons? Dat we gewoon veel meer toch in wij, maar dan ook echt helemaal inclusief moeten denken. De straat heeft een hoge drukreiniger nodig. De wijk heeft dit nodig. De stad heeft dit nodig. In plaats van, ja, maar ik wil mijn auto naar kunnen parkeren. Ja, ja. Ja, je zegt heel veel dingen. Want dit heeft ook te maken met hoe we samenleven. Hoe zijn we nou zo ver gekomen dat ik inderdaad niet 3 huizen verderop even die sproeier haal om de auto te wassen? Want hij heeft er en ik niet. Kapitalisme dan dus. Dat is gewoon het minst slechte systeem, wordt mij verteld. Maar het heeft toch behoorlijk wat impact. Nou ja, als we denken, dan kom je wel bij een grote. Als we denken dat het om rijkdommen gaat, hè, om een welvaart gaat, dan zitten we natuurlijk mis. Daar gaat het natuurlijk niet over. Want je gaat niet in welvaart dood. Je neemt de welvaart niet mee. Nee. Wat mij gebeurd is, omvallen op een voetbalveld. Ik heb daar. Daar kwam geld niet ter sprake. No way. Helemaal niet. En sterker nog, daarna ook niet. Ik was niet verzekerd. Ik had wel vrienden omheen, die hielden van mij. Ik zei, ja, maar laat je jou niet los. Was jij niet voor je ziektekosten wel? Ja, ziektekosten wel. Maar niet arbeidsongeschiktheid. Precies, niet arbeidsongeschikt verzekerd. Dus dat betekent dat ik daar een aanspraak heb gedaan. Dus daar kwam de wij bij leven. Ja, en ik geloof ook wel dat het er is. Hè. Dus we zitten niet ver van 9-11, van de herdenking. Die is net geweest. En daar prijzen ze de saamhorigheid. Die flats zijn naar beneden gekomen. En iedereen, maakt niet uit van nou, links, rechts of weet ik veel wat. Iedereen hielp elkaar, want we hadden elkaar nodig. Ja. Dus zo'n ramp laat vaak zien dat je elkaar nodig hebt. Dat we dan opeens wel samenleving zijn. Ja. En dat zag je in het begin van de coronacrisis ook. Hè? Ja. Mensen gaven elkaar een pannetje soep. Ja. Ik ging voor jou boodschappen doen, want die dit en dit. Ja. En alleen sloegen door dat stomme social media, sloegen het helemaal om. Ja, nou, en zitten we met kampen. Ja. En dat moet je bevragen. Dus schijnbaar is er ook, daar ontkom je niet aan, schijnbaar een soort veiligheid van kampen. Dus het gaat ook over je onveilig voelen als je niet in het kamp schiet. Group belonging. Ja, en dat mogen we niet veronachtzamen, dat gesprek. Maar en het gaat over helemaal hetzelfde wat iedereen wil mee. Maar je wil dat het van je gehouden wordt en dat je blij mag zijn in de ogen van een ander. En vooral dat je mag geven. Want dat is ook bijvoorbeeld het altruïstische waar we mee geboren worden. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Maar mijn vermoeden is dat we altruïstisch geboren worden. Dat het fijn is. Want je ziet ook aan kinderen, als ze iets geven, worden ze blij. Dan worden ze blij. Maar, er is een documentaire over gemaakt. Hè? Daar zal ik je even een linkje naar sturen. Ja, daar gaan ze dat helemaal onderzoeken inderdaad. Hoe dat als kind ongeprogrammeerd. Ja, een klein stapje terug naar de media. Want ik heb wel, toen ik bij de Tros zat, werd mij echt verteld van, oh, jij gaat weer naar de overkant. En dan ging ik naar gezamenlijke zendtijd van 3FM. Oh, ja. Heb je dat ook meegemaakt, dat met die omroepen, dat je de, jij bent van de AVRO. Ja. En wij kijken neer op, KRO, NCRV. Ja, tuurlijk. Maar Ajax Feyenoord, weet je, dat is een rare gepruts. Ze wilden gewoon dat je, jij was van hen en ik was van die ander. Of zoiets. Dat is dan fijn. Maar dat past toch ook niet bij jou? Nee, maar schijnbaar. Denk er eens over na. Ik heb een podcastje gemaakt met Patrick van Veen. En die heb ik de Mensenrots genoemd. En Patrick van Veen is een apendeskundige. En we hebben toen bij de verkiezingen in Nederland hebben we mensen vergeleken met apen. De Mensenrots. Het heet de Mensenrots. Ja, we gaan het opnieuw weer starten. We hebben besloten om er weer een nieuwe aflevering te maken. Ik ben hem nog niet tegen. Nee, dus het is helemaal klein. Okay. En gedoe. Maar wat daar leuk aan was, is je kunt dus, waarom zeg ik het? Omdat ook apen leven in groepen. Behalve als je kijkt naar de gorilla's. Als je de silverback hebt, is de grote baas. Nou, Wilders is typisch een silverback, legde hij uit. Heel mooi. En waarom? Omdat hij bepaalt de koers. Dus ook toen hij in het gedoogkabinet ging zitten, bepaalde hij de koers. Hij deelde de bananen gewoon uit. En zij deden de rest. Ja. Dat is gorilla's. Maar chimpansees, die moeten het hebben van saamhorigheid. Die maken coalities. Dus je ziet bijvoorbeeld, Rutte is echt, die lacht ook. Ja? Dat is echt, die kun je vergelijken met een, een mannetje, het hoofd van de groep. En daar omheen zitten een paar prima aapjes die heel goed coalities kunnen spelen voor hem, voor de groep. Ja. Nou, daar stammen wij vanaf, dat zijn wij. Dus wij,
wij hebben in ons oerbrein zit ook het fijne gevoel van als ik me fijn bij jou voel, dan is dat veilig. En dan kunnen minder stress, betere voedingsverdeling, blablabla. Het heeft gewoon met overleving te maken. En dus bij Tros Avro, of Tros aan de andere kant, aapjes, het zijn chimpansee-clubjes. En nu is de Avro en Tros samen. Ja, dat vond ik heel dat is ook mooi, hè? Dat is toch wonderlijk? Ja, leuk dat ze dat toch erin hebben gekregen, ook met heel veel vijf en zes. Heb jij überhaupt veel stress? Nee, valt wel mee. Ik heb niet heel veel stress. Je was hier heel mooi op tijd. Heb je daarvoor moeten stressen? Nee, nul. Nee? Nee. Want je moest waar vandaan komen? Ik woon in Bilthoven. Oké. Ja, nee, helemaal niet. Nee, en komt Geert Ekdom ook vandaan, geloof ik? Ja, even eentje verder, Soest. Oh ja, Soest. Nee, maar bij Omroep Bilthoven. Ja, jij klopt, de Bilthoven. En toen viel het even stil. Dat maakt niet uit, hoor. Nee, dat maakt ook helemaal niet uit. Dat spoor, politieke spoor, kunnen we natuurlijk nog op verder gaan. Kan je natuurlijk vragen van, wat vind je de formatie? Nee, dat is allemaal zo. Weet je, heb jij überhaupt, maak je je dan wel nog druk om dingen? Ik bedoel, lees je iedere dag de krant? Ja. Oké, welke? Ik lees alles online. Oké. Ja, dus ik ben... Ga je dan wel eens reageren ergens? Nee, doe ik niet. Ook niet? Nee. En bel je wel eens iemand op, zeg je, maar wat ik nou toch lees? Als ik zou bellen, zou ik... Ik kan me voorstellen dat wij een keer zouden bellen om te zeggen van, joh, wat vind je nou? Wat voelt dat bij jou? En daar heb ik veel meer aan dan dat ik... Ik word zelfs misselijk van alle berichten eronder lezen, alle antwoorden. Ja? En dat, het begrijpen werkt er niks van. Ik kan het niet ontkennen, het komt wel op ons af. Ik zit de laatste tijd een beetje na te denken over de Nederlander. Daar ben ik natuurlijk ook één van. En toen las ik laatst in een boek voor een man die ik ging interviewen, Alex van Galen. Die zei, maar de Nederlander is zo anti-autoritair. Wij nemen ook niks aan van een ander, weet je wel. En want ik heb het mezelf zo verweten dat ik het zo moeilijk vind om samen te werken met mensen. Ja. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja. Maar dan denk ik ook, maar zit dat ook niet in de aard van de Nederlander? Wij laten ons niks voorschrijven, dat zie je nu alweer. Ja. We laten ons niks opdragen. Ik merk in de radiowereld ook, weet je, ik kijk toch op een bepaalde manier een beetje tegen jou op. Want je hebt, voor mij was je in mijn jeugd een held. En dan neem ik ook dingen van jou aan, weet je. Als jij me advies zou geven, neem ik van jou dingen aan. Ja. Ik heb het zo weinig meegemaakt. En ik maak het nu met de jonge generatie ook weer zo weinig mee. Dat ze niet zeggen van, joh, voed me. Geef me info. Vertel, hoe heb jij dat toen gedaan? Ja. Nee, ik doe het op mijn manier. Ja. Dat ik denk, de Nederlander is dat ook gewoon. Ja, het valt daar gewoon niet zo mee samen te werken. En is dat nou eenmaal. Ja. Ja, is dat nou eenmaal hoe wij zijn? En moet ik me daar maar gewoon bij neerleggen? Er zijn een paar vragen die je over kunt stellen. Want volgens mij bestaat de Nederlander. Dat is er natuurlijk eentje. Want die is in de loop der tijd absoluut veranderd. Of met zijn tijd meegegaan. Ja. Of je kunt je ook afvragen, als het zo is, die aanname kan je doen, hoe is het dan zo gekomen dat het zo is bijvoorbeeld? Hè? En dan kom je heel snel bij opvoeding of scholing uit. Ja. Of we zitten iets te vermorzelen in jonge kinderen. Wat later tot gevolg heeft. Ja. Dat je het idee krijgt van, ik los het zelf wel op. Of onze groep in jouw groep niet of zoiets. Dus ik denk, als je, even aan een film denken met de Dead Poets Society. Als je dan Robin Williams ziet staan als poëzieleraar voor de kracht, voor de klas, die het voor elkaar krijgt om bij van die jongens uit te leggen van hoe mooi poëzie kan zijn. Dat heb je nodig in het onderwijs. Dus je hebt verhalenvertellers moet het land in. Ja. Want dan krijg je een soort van, kom eens mee, wauw. Dus kijk wat ik hier heb, gevoel. Kijk dan, kom. Ja. Hier, kijk dan. En ik weet er heel veel van. Ik zal het je vertellen. En als je dat gaat krijgen, dan krijg je ook vanzelf wel een soort warmere laag eromheen. Die vindt dat we daar eigenlijk van moeten zijn. En daar misschien ook wel van zijn op een gegeven moment. Ja. Maar we draaien mee in de wereld. Nog steeds is kerk en kapitaal zijn de grootste rotzakken in de wereld. Maar het zijn ook nog steeds de grootste leidende partijen, zeg maar. Die ons de weg leiden, En daar kun je dus tegen zijn, of je kunt op een andere manier verzet plegen. En dat is dus die andere kant laten zien ook. Van, nee, kom maar, ik laat je vertellen. Of, jij hebt ook een seniorenleeftijd, zou je kunnen zeggen. Waarom zou je ook niet ontfermen over mensen om ze in ieder geval dat vuur aan te houden? Dat probeer ik. Ik schrijf al die acht kleine jaar kikjes, weet je. Ja, 8 jaar columns over radio. Ik probeer dit soort dingen te doen. Maar geef je ook les? Nee. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Ga naar Media Academie Amsterdam. Ja. Ik heb wel zo over zitten nadenken, maar ik vind het mensen mooi. Ja, maar dit kan ook op deze manier. Dat is altijd het idee dat mensen dan de knop weten te vinden om het te luisteren. Ja, is dat niet zo? Nee, want dat is ook typisch wat ook radiomensen doen. We zenden het toch uit? Ja. Ja. Ja, maar dan is het nog niet bij iemand. Je moet de mensen gaan opzoeken, vind jij? Het kan best waardevol zijn om jou te horen spreken over dit soort intenties waar je aan het zoeken bent met jonge mensen. Ja,
ja, een goed idee. Misschien moet ik ook dit soort dingen eens gaan opnemen in een zaaltje. Bijvoorbeeld met mensen. En dan de microfoon de zaal in. Ja. Jij spreekt ook dingen in. Is daar een beetje mee te verdienen? Nee, daar verdien je helemaal niks aan. Maar het is wel ontzettend leuk. Ja. Nou ja, weet ik veel. Je wordt er niet rijk van. Je kan er geen huis van bouwen. Ja, ik was de stem van Plankton in SpongeBob een tijd. Wie was Plankton alweer? Die is van... Hey Krabs, kom hier! Dat was een mannetje die wilde altijd... Het geheime recept! Die moest ik dan zijn. En ik ben de vader van het vriendinnetje van Calimero was ik lang. Priscilla, kom onmiddellijk naar huis. Die was ik. Maar ik vond het zo leuk om te doen dat mijn kinderen op een gegeven moment hebben geroepen. Toen ik het heel lang niet meer deed. Papa, dat vond je toch zo leuk? Doe het gewoon, joh. En toen heb ik me weer aangemeld. Dus nu ben ik ergens een soort Lego poppetje. En dat doe ik heel af en toe. Ga ik de studio in. En dan zit ik met een technicus tegenover me. En dat is fantastisch genoegen. Dat is zo leuk. Dat lijkt me ook wel. Ja, je weet hoeveel kinderen je daar plezier mee geeft. En ook volwassenen. Ja. En ook luisterboeken. Ja? Ja. Bekende? Ja, van Paul Biegel heb ik gelezen. Rover Hoepsakke. Of hoe heet hij? Ja, Rover Hoepsakke heet hij. En bijvoorbeeld ook de Kleine Prins. Ik heb een paar mooie titels mogen doen. En ik ben nog steeds veel aan het inlezen bij. Dus af en toe komt er zo'n verzoek. En dan ga ik naar Weesp, daar zit de studio. En dan sluit je, het is een beetje zen. Ja. Je gaat zo'n cel in. En dan sluit je echt op in zo'n cel. En er staat een iPad en een toetsenbord. Krijg je de beelden ook te zien? Van, oh nee, dit gaat over de boeken. Het is boeken. En dan zit je echt in je eentje doen. Dus daar is het wonderlijke van dat je echt, je wil echt geen fout maken. Dus je leest een stuk tekst. Maar als je de fout ingaat, dan maak je hem soms 3 keer of 4 keer of 5 keer. En dan kom je jezelf zo tegen. En je moet maar dat enter, fout. Godsamme. Nou, en dan, dus die mensen hebben ook banden vol met vloekende insprekers. Daar moeten we eens even achteraan. Dat is echt zo leuk. Dat lijkt me goed. Dat is echt zo leuk. Hey, nog even terug naar Sublime FM. Je deed daar ook de ochtend, toch? Ja, dat ben ik toen gaan doen. Ze hadden niks gesproken op de zender. Ja, Morning Mr. Radio. Ja, dat vond ik leuk. Dat is een leuke naam. El Giro. Ja, dat draaide ik altijd. Ik had een paar fans en die belden me dan op. En die zaten dan in de auto met hun kind. Die brachten ze naar school. En dan, ik had een soort lift gemaakt. Ging omhoog, want ik zat letterlijk in een toren. Echt heel hoog. Waar was dat? In Utrecht, bij het stadion, bij het FC Utrecht stadion. Oh ja. Dat is een heel groot gebouw van Conclusion. En daarbovenop was een studiootje gebouwd. De eigenaar van Conclusion had die zender gekocht. Ja. En ik was dan een creatieve man. En we moeten ook iets op de radio doen. Zeg, ja, maar dan gaan we niet te veel lullen. We moeten gewoon 3 keer per uur, zeggen we wat. Maar die tune was leuk, want dan hoorde je zo'n liftje omhoog gaan, een liftje open gaan. En dan hoorde je Morning Mr. Radio. En dat werd een heel klein soort itempje op zich. En daar gingen mensen op reageren. Dat was ontzettend leuk om te doen. En daar hou ik zo van. Dat is de magic thing van radio natuurlijk. Om vorm te geven aan lucht. Verhaaltjes. Ja. Kleine mooie beeldverhaaltjes in geluid. Amerikanen noemen het theater of the mind. Wow. Ja, je tovert iets tevoorschijn in de wereld. Ja. Ja. Zijn je kinderen trots op je, Bas? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Vooral omdat ik, denk ik, als ik nu zo even bescheiden mag zijn, ik heb gewoon een echte relatie met ze. Dus ik ben echt, het zijn voor mij mensen die, ik bel ze wel eens op. Dan vraag ik, hoe zou jij dat nou doen? Ik weet echt niet, hoe doe je? Ja. En of dat nou mijn zoon van 17 is of mijn dochter van 30, maakt niet uit. Dus ik heb echt een band met ze. Dat ik heel open durf te staan. Ik weet het niet. Maar weet jij het wel? Ja, papa, tuurlijk. En dan, het zijn niet praktische dingen alleen, maar ook gewoon levensdingen, levenslessen. Ze bellen niet alleen maar als ze geld nodig hebben. Nee. Dat hoor je natuurlijk ook vaak. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik heb echt gesprekken met ze. Ik ben veel bij ze en ze, ja. Dus ze zijn goed terechtgekomen, zeggen we dan. Man, fantastisch. Ja. Maak je nooit zorgen dat je denkt van, want mijn dochter woont dan bij de moeder en de stiefvader. Je toch denkt, ja, dat heeft er toch een achterstand gegeven dat haar biologische ouders zeg maar niet meer bij elkaar zijn. Ja, heb je het gevraagd aan haar? Nee. Waarom niet? Nou, ze is 12. Oh. Ja. Ja, kan ik eens vragen. Ja, dat is waar. Maar jij maakt je daar nooit, je überhaupt nooit zorgen over. Nee, het is niet zo dat ik zorgeloos ben. Zo kom je wel over. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar natuurlijk maak ik me zorgen. Hè. Er is ook wel eens, morgen moet ik naar de fysiotherapeut, want er zit ergens iets in mijn rug. Maak ik me daar zorgen over? Nee, want het doet pijn. Maak ik me zorgen over of mijn dochter het goed doet met haar kind? Nee. Dus dat allemaal, dat niet.
Waar maak ik me dan wel zorgen over? Over of ik het goed gedaan heb op opvoeding? Ja, natuurlijk vraag ik me af of ik dingen goed gedaan of beter had kunnen doen. Of dat ik echt of dat misgeslagen die, heb. Of dat die media in de weg zat. Tuurlijk, maar dat is toch ook gewoon dat palet bekijken. Dat is die dia-serie op de muur afspelen van jezelf. Dat je denkt, nou, dat was niet zo knap of dat was niet zo leuk. Zeg je, jezus, dat was lelijk. Oh, die dia haal ik eruit, weet je, uit de verzameling. Maar daar eerlijk over zijn of open over zijn, daar heb ik niet zo moeite mee. Nee. En als we naar de spiritualiteit draaien, ik kom een beetje uit de non-dualiteit hoek. Ja. Waarin mij gewoon verteld wordt dat dit gewoon een film is die zich afspeelt. Ja, kan. Het lijkt alleen maar alsof wij vrije wil hebben. Maar ik zijn we op een bepaald niveau gewoon de toeschouwer van alles wat er zich hier afspeelt. Ja. Het is gewoon een soort hele echte 4D-film waar we helemaal ingezogen worden. Ja. Maar uiteindelijk, het zou toch lachen zijn als je doodgaat en dat je dan jezelf in de bioscoopzaal bij wijze van spreken ziet. Zit ik, fuck, ja. Het was gewoon een film. Ja. Ja, maar zelfs dan maken we in jouw voorbeeld onszelf nog steeds hartstikke belangrijk. Alsof wij dan zijn, zeg maar, in die bioscoop gaan zitten. En ik geloof, geloof is altijd een heftig woord, vind ik hoor. Daar kan ik niet zoveel mee. Maar het idee van dat je je ogen open doet en dat er dan een wereld zich ontvouwt waarin de dingen realistisch worden, of reëel zijn, of echt zijn. En als je je ogen dicht doet, dat het er niet bestaat. Dat is interessant. En de wetenschappelijke kant ook. Dus als je je ogen dicht doet omdat iemand je verdooft en vervolgens je gaat opereren, wat bij mij gebeurd is, ben ik er niet geweest. Heb dus je het is niks van meegekregen? Nee, dus niet, in mijn bewustzijn is het niet gebeurd. Ja. Maar dan zou je dus mind and matter, doet er deze toch wel degelijk matter op dat moment. Ja. Ik zelf, namelijk mijn lichaam. Maar alleen mijn mind weet dat niet. Ja. Dus dat is, en daar hou ik van. Dus enige vorm van bescheidenheid over om te zeggen, we weten het. Ja. Nee, dat snap ik. Maar je kunt het wel volgens mij in de tijd plaatsen. Want het is wel een interessant onderwerp. Ik denk naarmate we steeds meer artificiëler gaan worden. En als dit apparaat echt in ons gaat verdwijnen. Mm-hmm. Wat niet ondenkbaar is. En dat we een extra geheugen waar ze mee bezig zijn gaan krijgen. Blablabla. Zou je wel kunnen zeggen. De haast die wereld aan het maken is. Geeft ons steeds meer de snelheid om de vraag te stellen wie zijn wij en daar een antwoord op te vinden. Want schijnbaar heeft wie we zijn ook iets te maken met zintuigelijke waarneming, voelen en dat niet. En dat kan een mens volgens mij alleen maar op de menselijke manier. Hmm. Wellicht kun je het een apparaat leren, dat geloof ik wel. Maar we zitten in een soort van, straks zijn we het kwijt wat het is om als een mens te voelen. Ja. Die haast, begrijp je? Okay, kun jij iets met de stelling dat dit gewoon een droom is? Ja hoor. Ja. En dat eigenlijk als je vanavond naar bed gaat, dat je in de diepe droomloze slaap, dat je dan wakker bent. Snap je dat het 180 graden andersom is? Ja, daar kan ik wel iets mee. Nu zijn we aan het dromen. Ja. En als we vannacht in bed liggen en helemaal niks meemaken, dan zijn we weer onze ware natuur. Ja. Dus het ware, dan verschijnt. En als je wakker wordt, verschijnt die wereld ineens weer in ons. Dat is toch fantastisch? Ja, ik hou er ook wel van. Maar het zet me niet op het pad van dat ik de waarheid daarover ga verkondigen. Nee, precies. Maar het geeft Zijn wel mensen die dat doen. Ja, dat klopt. Die worden goeroe. Ja, die worden goeroe. Die schrijven boeken. Die ook oude discjockeys, toch? Die zijn het aan het doen. Pilarchik. Ja. Ja. Met een mooie donkerbruine stem. Op een. Dat kan een ego-trip worden. Nou, het is zonde van de waarheid die misschien ook vertelt. Ja. Ja, de opsmuk. De vorm, zeg maar. Ja, ben ik met je eens. Maar heb jij last van je ego? Hoe is het met jouw ego gesteld? Ja, dat is een mooie vraag. Ja. Wauw. Hoe is het met je ego? Oh, ja. Hoe gaat dat met je vragen ego? Niet veel mensen. Volgens mij kunnen mensen niet zonder ego. Nee, ik krijg wel verbinding met jou. Weet je, het ketst niet af. Dit gesprek wordt één. Dus daarvoor moeten we, denk ik, allebei ons ego redelijk parkeren. Dan wel aan de muur hangen. Ik weet natuurlijk. Laat ik het anders zeggen. Als ik een beetje wat meer gemak had gehad om met mijn ego te kunnen spelen in het leven, had ik misschien wel een heel groot huis gehad met een zwembad erachter. Ja, begrijp is dat je? Waar je ego voor nodig hebt? Nou ja, maar in ieder geval, ik denk dat ego ook een. Het is een mooie vraag, want dan moet je gaan duiden wat ego is en wat voor mij is en wat voor jou is. Maar als het een soort van. Nou, noem het een zelfbeeld. Het beeld wat je van jezelf hebt. Maar zelfbeeld kun je dus vormgeven. We hebben het net over Michael Pilarchik, weet je wel, die hartstikke goede dingen doet en veel van mensen raakte. Giel Beelen heeft hij ook geraakt, andere mensen heeft hij geraakt. En ik ken ook wel mensen uit mijn omgeving die dat fijn vinden. Ja. En die ziet zichzelf als een succesvol iemand. Ja, en met dat beeld geeft hij ook aan zalen. Dus mensen willen reiken naar dat succes wat hij ook heeft. Dat zou mij direct in de weg zetten. Dus dat kan ik niet. Ik zou niet. Dan zou ik altijd liever
in de kroeg aanschuiven bij vier mensen die ik hoor praten over iets heel moois. Ja, ja. Dan dat ik zou denken, ik moet me klaarmaken. De boeken moeten op het tafeltje staan. Ik ga me nu klaarmaken om het verhaal in 6 stappen te kunnen vertellen. Wat ik echt bewonder. Wat je bent spreker, toch? Je doet toch? Wat doe je dan op het podium? Wat je nu ook doet? Ja, enthousiasmeren. Ja, onder andere, ik zou dagvoorzitter of ik ben. En ik ben steeds meer de man die dan ook zegt. Laatst had ik een gesprek met Zaanstad, gemeente Zaanstad. Was ik ook zeg maar de verbinder, spreker. En toen heb ik gezegd: ik vind het gewoon fijn dat. Dat ik gekend mocht zijn. Vond ik leuk. Mooi. En dan hoor je even die zaal zo. Klonk. Ja, dat zeggen niet veel mannen van 1,90 meter die door de wol geverfd zijn op een podium. Ze denken toch, daar komt heel wat binnen. Dat weet ik veel. Ja, maar mensen hebben gewoon het idee dat ze. Weet je, er zijn zoveel in vorm. Het leven is geformateerd, joh. We willen gewoon ook daarin. Ja, maar jouw leven niet. Daarom zie ik zoveel verschillende dingen. Nee. Dat vind ik ook leuk aan jou. Jezelf constant opnieuw uitvinden. Ja, is het zo? Ja. Ja, of misschien doe ik wel steeds meer. Ben ik toch steeds meer naar een soort punt aan het komen dat ik denk, ja, dit is wat ik ben. Was je die andere dingen niet dan? Volgens mij wel, toch? Ja, ik denk uiteindelijk, voor mij gaat het erom. Als ik mezelf moet beschrijven, is in ieder geval dat er steeds meer opsmuk weggaat. Het kan me steeds niet meer ingewikkeld doen. En er blijven er een paar zinnetjes over. Maar die zijn wel heel sterk. Dus jij gaat me niet nu straks bellen en zeggen, joh, knip dat ene zinnetje er even uit. Nee. Oh, gelukkig, want dat is heel veel werk. Nee, laat maar staan. Dankjewel. Nee, maar goed, en ook dit, weet je, mensen vinden hier wat van. Nou ja, mensen vinden overal wat van. Maar ik denk toch dat ze op de een of andere manier wel geraakt worden door dit soort gesprekken. Ja. Want je hebt niks op te houden hier. Nee, dus dat is wat ik voel. Ja. Ben je gelovig? Nee, ik wilde vragen. Dat wil je niet vragen, maar ik vraag het aan jou. Ben je gelovig? Ik hoop het niet. Want, geloof je? Ben je opgevoed met het geloof? Ja, katholiek. Oké. Okay. Zijn er nog restanten van? Ja, een beetje die schuldvraag toch. Weet je wel? Ik heb heel lang mijn hele grote rugzak met schulden rondgelopen. Daarom kwam die non-dualiteit me zo goed uit. Gewoon gezegd wordt, er is geen schuldig, want je bent niet de doener. Wow. Dan hoef ik dus ook niet meer aan deze kant mijn successen te claimen. Ja. Maar ik hoef aan deze kant dus ook niet met mezelf om de oren te slaan dat ik van alles fout gedaan heb. Mm-hmm. Het leek wel alsof ik het allemaal deed, maar het kwam op een bepaalde manier ook gewoon door me heen. Oh, weet je, en want katholieke geloof, tenminste wat ik me kan herinneren, toch heel erg van, weet je, schuld. Ja. Pas op wat je doet. Ja, er is altijd een omnipotente aanwezigheid die meekijkt over je schouder. Hè? Altijd is die er overal. Dus dan... Maar ik wilde aan jou vragen. Okay. Maar die vraag heb jij natuurlijk 101 keer al gehad. Maar ik ga hem toch stellen. Ben je niet bang dat je dadelijk weer... Ja. Dat er weer iets... Want het is goed gefixt van binnen bij jou. Oh ja, een enorme streep. Ja, streep en dan een litteken. Wat was nou uiteindelijk de oorzaak? Ik ben bypass Bas, ben ik. Bypass Bas? Ja, ik ben gewoon 5 bypasses heb ik. Want het zat dicht. Ja. En waarvan dan? Waar komt dat? Ben je erachter? Want kun je mij helpen? Ik heb er is op later leeftijd wel diabetes geconstateerd bij mij. Dus het zou kunnen zijn dat het al veel eerder in mijn lijf was. Maar ik heb het nooit gemerkt, joh. Dus je raakte me net wel eventjes met heel veel leuke dingen doen. Kan ook tot een soort positieve stress leiden. Misschien heeft het mij wel verdoofd en heb ik daardoor dingen niet gevoeld. Ja. Dat zou heel goed kunnen. En daar rijd ik zo meteen met die gedachte. Dankjewel. Rijd ik naar huis. Want... Er is toch een soort van... Ik heb toch ergens niet geluisterd, zou ik maar zeggen. In een systeem. Of het is inderdaad zo gegaan dat het ook niet nodig was. Dat ik genoeg longinhoud had. En dat ik me gewoon goed genoeg voelde. Nooit eerder voortekenen. Nee, dat is ook een vraag die me veel... Eén keer ben ik gaan hardlopen in het bos met mijn zoon. En toen voelde ik me niet zo lekker. Toen dacht ik, doe toch eens wat aan je conditie. Wat jij ook zou denken. Ja. Wat iedereen zou denken. Ja. En dat is het verraderlijke van dit systeem. Van dit systeem. Het klopt en het doet wat, tot het niet meer klopt. Nou, ik heb een hartstilstand gehad, dus dat stopte. Dat betekent dat de toevoer van zuurstof. Als je een hartaanval hebt, dan gaat er een gedeelte van je hart dood. Ah. Sterft af. Ja. Bij mij is het anders. Dus toen stopte gewoon langzaam. Lucht doet niet meer naar ploek. Dan stop, boeik. Omgevallen. Overigens is dan, vond ik doodgaan niet zo moeilijk. Op dat moment is doodgaan niet zo ingewikkeld, want je valt om. Ja, dat was het. Ja, het is niet... En ook die vraag van, heb je dan licht gezien? Ja, nee, BDE, maar... bijna doodervaring. Nee. Nee, waar ook wel weer wetenschappelijke verhalen over zijn, dat je steeds minder zuurstof krijgt. Dus ook die pupillen, die irissen, en die dan steeds meer. En dan zie je een gang. Oh ja, en dan weg. Ja. Dus nee, ik ben niet bang. Nee. Het is toch, ik merk dat ik de dood nog steeds een akelig onderwerp vind. Waarom? Weet ik niet, het is zo definitief.
Weet je niet. Ja, dat weet je inderdaad niet. Maar misschien is dat niet... Dat roepen mensen ook wel eens in. Ik heb natuurlijk 300-400 van die spirituele figuren hier in huis gehad. Ja. En er zijn er echt ook die roepen van dat is het enige waar we het hele leven mee bezig zijn. Om de dood maar buiten de deur te houden. We verzekeren ons voor van alles. Ja. We proberen van alles na te laten. Ja. Weet je, allemaal te creëren. Ja. Dat allemaal gevoed wordt door die enorme angst dat we weten dat er ooit een einde aankomt. Ja, maar dat levert tegelijkertijd schitterende dingen dus op. He, angst voor de dood in kunst. Weet je, mensen die bang zijn om dood te gaan. Die hebben prachtige dingen geproduceerd. Ja. Mooie muziek gemaakt. Ja. De blues. Ja. Dat is toch fantastisch? Dus het levert moois op. Ja, alleen wij denken, en dat is natuurlijk wat zo mooi, dat we zekerheden hebben. Wij denken dat het zeker is dat wij morgenochtend wakker worden. Nee, dat is niet zo. Nee. Dus als je nou elke dag die gedachten niet hebt, dat is al spiritualiteit. Maar mijn motto is, ik wil eigenlijk gekend zijn. Ik gun iedereen dat hij gekend is op deze aardkloot. En hoe ik dat doe, is dat ik 's ochtends opsta en denk, hey, ik ben benieuwd wat de dag me brengt. Ik wist niet wie hij was. Ik wist niet hoe hij zou praten, hoe hij was. En dat is leuk. Het is allemaal gaaf. Je laat je en verrassen. 'S avonds ga ik weer naar bed en denk, dat is best een gave dag. Mm-hmm. That's it. Mm. Nou, klinkt vrij simpel leven. Luchtig leven. Ja. Zijn er nog mensen die jij nu echt een enorm talent vindt? Dat je zegt, daar zit nog veel meer in. Daar zou ik wel meer willen werken of zo. Oh, wauw. Ik ben in die designhoek van mijn zoon, van Dylan. Kom je ook wel eens mensen tegen die ik niet bij naam ken, maar die wel zo anders kijken en zo weinig angst hebben ook om te maken en te produceren. Dat is heel erg leuk. Dat is heel erg aan die hele creatieve kant. Nou ja, er zijn natuurlijk... Jonge schrijvers, die wordt er ook wel uitgelicht. Die zoon van Bart Chabot, die natuurlijk overal is. Ja, is hij niet overhyped? Die is heel erg overhyped, ja, maar het is wel talentvol. Oké. Okay. Het is wel erg overhyped. Maar dan luister ik toch nogmaals weer liever naar jou dan zo'n jongen die... Dan denk ik, wat heb jij nou allemaal meegemaakt? Hij wordt natuurlijk als gimmick gebruikt, maar wat hij weet... Dat zijn van die jongens, je zegt, daar zou ik wat mee willen. Okay, ik zou willen beschermen. Hoe kan je dat talent inzetten? Ja, ja. Zodat het echt bam doet, weet je wel? Dat wat jij gemist hebt aan het begin van je carrière. Ja. Maar heeft jouw talent niet bam gedaan dan? Jawel, maar het gaat erom dat ik had best wel... ik zou dat best fijn gevonden als een paar mensen mijn hand hadden vastgehouden. Ja. Wauw, kom maar eens even zitten. Ja. Als we het nou zo en zo gaan doen. We hebben er even over nagedacht. We willen met jou die richting opgaan. Over 3 jaar ben je daar. Wat je had een soort Joop van den Ende nodig gehad. Ja, en die kwamen ook wel langzaam op gang. En weet je, in mijn tijd. Ja, de goede tijd. Ja, wellicht. I don't know. Nou denk je? Met weinig, niet zoveel kanalen. Niets. Ik bedoel, media staat toch... Laten we daar inderdaad zo mee afronden. Ga ik zo van. De media die onder druk staat. Je hebt wel de tijd van de mogelijkheden nog meegemaakt, toch? Absoluut, absoluut. Het kon. Ja, maar dat was niet een besef. Het was niet wauw. Dat weet je niet. Want je weet niet wat aankomt. Nee. Maar het was wel een absolute luxe positie. Hè? De 3 netten op tv in. Er waren een paar radiostations die hadden elke dag, een hele dag. Weet je wel? Wat was dat allemaal? Er zaten goede gedachten achter. Maar ik heb bijvoorbeeld echt ook uitstapjes mogen maken. Want dat was ik eigenwijs in. Ik ging gewoon met Peter Holland radioprogramma's maken. En dan stapte ik van de AVRO. Ja. Wisten ze niet. Maar dan ging ik met hem in zijn studio dingen maken. Omdat ik hem gewoon gaaf vond. Werd ook uitgezonden. Ja. Op Radio 3. Ja? Dus ik zat zelf op Radio 3 overdag. Ja. En dan ging ik naar Peter toe. Zeggen, zullen we jingeltjes maken? Ja, jingeltjes maken. Wat was het ook alweer? De hitput van het verleden. Alle 13 dood. Was dan. En dan daalde die af in een hitput. Oh, en dan kwam er een dooie tevoorschijn die een liedje ging zingen. Ik zie het voor me. Ja, is het fantastisch. Ja. Ja, Peter Holland wordt vaker genoemd voor deze radioreeks. Die zou ik toch nog eens een keer moeten opsnorren. Dubbelisjes, een jongerenprogramma die maakte. Dat was echt prachtig. Hij was een van de voorlopers ook van de betovering van radio, maar ook de echtheid. Dus met kinderen en jongeren praten over... En hij moest altijd lachen om dingen. Dat was een echt wezen, vond ik dat. Ja. En hij ligt ook wel in het verlengstuk van... Stenders is bijvoorbeeld ook fan van de mensen die jij noemt. Leo van der Groot. Felix Murders. Ja, Peter Holland. Oh man. Dat zijn ze, hè? Ja, Ron Flonflon. Hoe heet die Peter? Hoe heet die van Ron Flonflon? Jacques Plafond, maar ja, dat is natuurlijk... Nou wat voor dikkie. Ja, zoeken we op. Ibert. Ja, dat was die ook. Uh-huh. Komen we op. De media nu dan. Ik bedoel, is het niet gewoon einde oefening? Ik bedoel, als je dan ziet dat er zo... De gemiddelde leeftijd van de tv-kijker is...
Ja, je bent zelf 58, maar eigenlijk gedraag je niet als 58. Gewoon als jonge hond. Maar nou, mijn ouders, ja, die kijken nog tv. En ik moet mijn vader dan echt iedere keer weer uitleggen. Ja, maar je kan die film ook gewoon opzoeken op video. Nee, want dan kan mijn moeder een reclame en dan kan mijn moeder een sigaretje roken. Prima. Nee, ik kijk alleen tv als mijn zoon er is gaan voetbal kijken. Dat maar is dat gewoon een doodlopend pad? Wordt alles ondermand? Nee, natuurlijk niet. Een LP werd CD, maar LP zijn weer terug. Oh, zo. Dus ik denk dat er wel een soort niche wordt gevonden voor wat aan televisie wel is. En wellicht gaan ze iets vinden op wat niet fake nieuws is. En dat ze dat dan uit gaan zenden. He, dus dat er een soort, I don't know, algoritme komt, waardoor je zeker weet als mens dat wat je daar ziet op dat ene net echt waar is. Ja, ja. Who knows? Ja. En voor de rest, ja, we gaan overal kijken. Dus de afleiding van dit apparaat. Ik bedoel, je kan niet. Er is geen mens meer op straat die zijn hond uitlaat, maar ook zijn telefoon uitlaat. Ja. Dus mensen laten hun telefoon uit. En mensen krijgen babytjes en duwen de kinderwagen en ze duwen hun telefoon vooruit. Verschrikkelijk. Dus nee, maar het is magic. Hè? Dus in de trein zitten, wat ik ook wel doe, wat ik heerlijk vind. In de trein zitten en dan naar het apparaat staan. Je kan toch beter met iemand tegenover je praten? Dat gebeurt niet. Nee, het gebeurt niet meer? Nee. Ook niet met zo'n open persoon als jij? Ja, ik doe het wel, want ik vind het leuk. Dan komt de conducteur langs. Ja. Wat was er nou net aan de hand? Een praatje. Want mensen zitten ook gewoon verlegen. Dat is leuke tv. Gewoon. In de trein. Nee, niet in de trein, maar gewoon die praatjes. Omdat mensen hebben gewoon de behoefte aan. Gewoon. Want ik zit gisteren een documentaire te kijken van de Human. Die heet I, Human, over artificiële intelligentie. Ja. Aanrader om even terug te kijken. Okay. Waarin ook zit, die dingen die worden zo verslavend gemaakt, dat het gewoon echt een enorme last wordt. Als ik hoor dat mijn broer gaat 3 keer in de week een uur wandelen met mijn vader, die daar echt behoefte aan heeft. Ja. Maar hij zit de hele tijd op zijn telefoon. Nou, dat doet me enorm verdriet. Hij is zelfs aan het bellen. Dan denk je, maar jij bent daar dus niet met hem. Nee. En dan vind je het gek dat mijn vader dan daarna terugkomt en chagrijnig is. Maar wat levert er straks een generatie op? Wat gaat er gebeuren straks? Als iedereen krijg je. Dus mijn kinderen, jouw kind. Die kijken ook de hele dag op dat ding. Wat gebeurt over 20 jaar? Maken ze een voorstelling? Ja, wat gebeurt er? Contact gestoord. Denk je? Dat echt contact gewoon een schaars goed, dat is het nu al. Ik bedoel, misschien dat ik daarom ook wel dit soort interviews zo fantastisch vind. We hebben al 1,5 uur niet op onze telefoon gekeken, Bas. We hebben verbindingen gemaakt met elkaar. Ja. Nee, maar leg hem eens uit. Want zit er misschien ook wel goede dingen aan? Dus dat is altijd mijn... Ja, nee, natuurlijk. I don't know, want mensen ook meer dan ooit in contact met elkaar. In het lelijke zit het mooi al opgesloten. Alexander Smit zei dat altijd. Het is natuurlijk ook zo, want daardoor heb je ook wel gewoon... Kunnen wij lekker makkelijk met elkaar afspreken en zo, maar... Ja, er zou wel toch... Ik denk dat over 1 jaar of 20 wel gewoon regels zijn voor dit soort dingen. Dat het niet meer mag dat zo'n ding het maar een paar uur per dag doet... en daarna is hij gewoon uit. Dat het gewoon niet, dat niet meer... Ja. Net als dat je niet meer op iedere hoek van de straat sigaretten kan krijgen... Ja. Wordt dit ook beperkt. Ja, dat denk ik ook. Dit is een verslaving. Ik zeg ook wel eens soms tegen mensen die ik dan coach of help... dat je kan ook 's ochtends elke dag opnieuw je telefoon inspreken, je voicemail... En dat je zegt, ik ben vanmiddag tussen 3 en 4 ben ik bereikbaar. Oh ja. En dat is heel simpel. Dat denken mensen niet aan. Ja. Het is een hele simpele oplossing. Ja, en dat betekent vervolgens, ding weg. Ja. Durf je het? Ja. En dus nu is het al durven. 10 jaar geleden was het, doe ik wel. Ja. Maar dat helpt direct. Wens jij nooit terug naar die tijd? Dat je als je nu een knop zou hebben, je zou terug naar welk decennium zou je terug willen gaan? Wauw. Ik heb het ontzettend leuk gehad in de... Ik vond jaren 70 natuurlijk hartstikke leuk. Want ik begon muziek te maken en mijn beentjes te spelen. En daar bloeide ik helemaal op in alles wat ik dacht dat ik zou kunnen worden en zijn. Toen was jij 14, 15 jaar. Toen stond ik... Ja, dus in mijn leven daar. Okay. Maar in het leven, in het algemene, door de eeuwen heen... Ik ben nu net Jan op de Beek Napoleon aan het luisteren op dit podcast. Oh, en, dat lijkt je ook een leuke tijd. Nou, vooral, my god, wat is daar gebeurd? Maar heel even gewoon een soort voyeuristisch even mee te kijken in die wereld. Daar zijn die series dan wel weer leuk voor, de Vikings. En tuurlijk. Dus tuurlijk. Van alle... Dus dat is ook niet erg. Hè? Dus dat er veel afleiding en verleiding is, is prima. Alleen je moet mensen leren omgaan. Ja, dat is het. Dat ze nee zeggen of dat ze andere dingen kunnen gaan doen. Of dat er nog veel meer is in het leven. Dat is lastig. Maar je zou dus niet teruggaan naar de ethisch en dan denken, dan doe ik mijn carrière over. Nee, dan doe ik het precies op die manier. Nee. Oké, okay. Helder. Waar kunnen mensen jou voor benaderen, Bas? Waar sta je voor open? Alles? Oei.
En alles is dan ook van, kom je vanavond bami eten? Dat bedoel je niet? Nee, ik bedoel meer zakelijk gezien, want je wilt er ook brood op de plank. Nee, ik heb een mooi bedrijf, en dat heet Knife. En wij helpen de onderwijs en de culturele wereld met allerlei moois en prachtigs. Ik werk met een aantal mooie mensen samen. Voormalig directeur van het Metropool Orkest en de financiële man daarvan. Dat zit in mijn bedrijf. En we zijn best aan het opstomen. Maar wat we doen, we zijn kwartiermakers. Dus wij komen bij een onderwijsinstelling binnen of bij een culturele instelling binnen. Wij noemen dat, wij steken het licht aan, we doen het nooit uit. En we gaan het onherstelbaar verbeteren daar. Dus dat betekent ook dat daarin echte gesprekken zitten, van mij uit, met al die mensen om te begrijpen, spreken we allemaal dezelfde taal? Begrijpen we de woorden eigenlijk wel die hier worden gesproken? Nou, en dat wordt weer in processen, doe niet, maar dan in processen gegoten waardoor die organisatie echt van binnenuit kan veranderen. Okay. En ik maak daar gebruik van, camera, ook van dit soort spul, om af en toe radio dingen op te nemen voor hen. Ja, of tenminste geluid op te nemen voor ze, ja. Ja. En welke podcast luister je nou zoal? Je noemde er net al een paar. Ik ben ook een podcast afschuimer. Dus ik vind, ik ben nu heel erg bij de Belgen geraakt. Ik heb net de Brontes heb ik geluisterd over Emily en Catherine Bronte van de Wuthering Heights hebben ze geschreven. En het gaat dan iemand die vertelt over hoe die lui hebben geleefd, zeg maar. Hoe ze uit Engeland kwamen, in Brussel hebben gestudeerd en dan weer teruggingen. En hoe dat leven was. En nu over Napoleon aan het luisteren. Dat is wat ik nu doe. En ze maken mooie dingen in België. Ach, echt. En je gaat dus zelf de mensenrots weer opnieuw opstarten? Ja, ik denk dat ik heb met Patrick afgesproken om dat weer te gaan doen. En de mensenrots is een... het is gewoon twee mannen die praten over... Oh ja, en hoe moet je het dan vergelijken met de apen? En hoe zit het dan? En gewoon beschouwen als het ware het gedrag op afstand van de apenrots. Maar nou, maar leuk, mensenrots. Ja. Leuke insteek. En waar luister jij podcasts het meest? Dat is ook dat is verschillend. Dat zal je niet verbazen. In de trein, lopend op straat, in de supermarkt. Niet in de auto? Auto ook, ja. Ja. Oké, nou, ik heb het idee dat we nog wel meer van je gaan horen. Voor nu hebben we denk ik weer behoefte aan... Wil je mij nog iets vragen? Nee. Wat ik al zei. Ik vraag in ieder geval iets tegen je zeggen. Dat ik het, nogmaals, dat ik het bewonder wat je hebt gedaan in al die jaren. Dat je je nieuwsgierigheid omgezet hebt in geluid. Mm-hmm. Dat ook stil kunnen zijn. Dat is waar. Maar je bent die microfoon gaan pakken en... Is het geen roep om aandacht ook? Dat is nog wel eens een angst die ik heb. En? Ja, nou ja. En? Ja, en, ja. Het is je talent. Nee, precies. Maar het moet niet op de eerste plaats een roep om aandacht zijn. Maar je bezit een prachtig talent en dat heeft iets te maken met dat je... je bent open, benaderbaar. Je bent niet iemand die bezig is om mij een loer te draaien in het gesprek. En dat geef je nergens in die gesprekken, doe je dat. Je bent niet je best aan het doen om de leukste te... Nou, misschien heb je hebt ook wel een hang naar leukheid. Ja. Dat heb je wel. Maar je best doen naar... Scoops. Om mijn hak te zetten. Nee, maar dat heb je niet. Ja, dus dat maakt heel toegankelijk. Nee, dat is waar. Nou, het heeft is dan dus nodig, toch? Dat nee, je dat is waar. Hebt gepakt? Nou ja, ik hoor wel eens dat het dan ontwapenend is. Maar volgens mij is dat ook de kracht. Dat je als bij mij het ijs... Hoe noem je dat? Als ik mijn wapens neerleg... dan is het voor jou toch ook veel makkelijker maar om je wapens neer te leggen. Maar dat is niet wat je bewust doet. Nee, dat gebeurt dat is je talent. Maar dan kom je dus weer bij de vraag... ben ik wel de doener? Er zijn ook wel spirituele figuren geweest. De reden dat jij dat zo goed kan... is omdat je het niet doet. Snap je wat ik bedoel? Je gaat zitten... En het komt. Nee, maar daarom is wat we allebei last van hebben, ADHD. Dus dat overal voelen we prikkels. En daarover gaan we op in en willen een beetje van weten. Het zegt niet dat waar we iets van gaan weten, dat het ons wijzer maakt. Ja. Het kan wel zijn dat het een prikkel is die aanzet tot meer. Ja. Nou, dat is waar jij een voorbeeld van bent. Mm-hmm. Om door een microfoon dan aan te zetten. Van, ik voel die prikkel. Heb jij dat ook? Ja. Nou, vertel eens dan. Gaan we verkennen. Hop. Ja, 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 ja. Dus, alsjeblieft. Dank je wel. Ja, snij je hak je kop er niet af? Hou ze er mee op? Nee, dat is ook zo. Maar die persoon, dat fascineert me natuurlijk zo. Omdat daar in spiritualiteit natuurlijk zoveel omheen... kijk, ik heb nou ook niet echt het idee dat ik hier met Bas Wester wil zitten. Nee. Snap je wat ik bedoel? En dat is, het is hier niet Bas en Patrick in gesprek. Nee, het is gewoon, het wordt gewoon een gesprek. Ja, dat is het. Maar als dat gebeurt, dat is natuurlijk net zo fijn. Het kan net zo fijn voelen als een vrijpartij. Als een mooi doelpunt. Als alle mooie dingen. Ja. Wie zei dat nou eigenlijk? Dat was een beroemd iemand. Misschien ben jij dat... Al het mooie ontstaat, al het lelijke is bedacht. Mooi.
ja, volgens mij is dat het. Als ik nou bedachtzaam hier had gezeten, of jij had, je kwam iets verkopen, ik had van tevoren bedacht, ja, maar ik moet wel dat item zien te krijgen. Ja, dan, ja. Wordt het bedachtzaam. En klopt. Nu mocht het gewoon ontstaan. Nee, en wat was leuk was, want je had je wel ingedekt, je hebt een lijstje gemaakt. Ja, ik heb hem wel een beetje voorbereid. Nee, maar het is goed, ja. En toen zag je ook dat je in het begin kwam, ja, even een soort moeilijkheid, ja, omdat je dacht, ja, ADD, we begonnen dingen tegen elkaar te roepen, want die wil je ook het lijstje vasthouden. Ja. En ik begon dingen uit de volgorde te trekken. Ja, ja, ja. Maar dat leidde echt uiteindelijk toe, ja, dat we nu elkaar in de ogen kijken, ja, en dat we dat je echt contact maakt. Ja. Nou, Bok. Thanks, Bas. Oké, graag gedaan.